Goedemiddag allemaal. Hartelijk welkom bij dit Lustrum Symposium van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. We begonnen iets later, omdat we het heel erg leuk vonden dat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hier vandaag aanwezig was. En die moest nog lopend vanaf de Tweede Kamer hier naartoe. Hij heeft een beetje gejokt, zag ik aan de snelheid op WhatsApp, want ik kon uw woordvoerder volgen. Fijn dat u hier bent, fijn dat u hier bent. Na bijna 2 jaar achter schermen gezeten te hebben, is dit voor velen van u waarschijnlijk de eerste keer dat u weer in zo'n grote groep samenkomt. Mijn naam is Natasja van den Berg en ik heb de eer vandaag uw dagvoorzitter te zijn. En laat ik dan maar even beginnen met een hele vervelende huishoudelijke mededeling. U moet uw telefoon nu wel weer op stil of uitzetten als u ergens naar kijkt. U bent niet online, u bent weer in een zaal. Dus dat verzoek ik u graag. In 1972 werd de WRR opgericht als voorlopige raad. Een aantal van u hier nu aanwezig was daarbij. En de raad kreeg de taak om integraal naar het regeringsbeleid te kijken. Het regeringsbeleid in de volle breedte. Om maatschappelijke problemen te signaleren en om te adviseren over toekomstige ontwikkelingen. Bij het Lustrum, toen de WRR 25 jaar bestond, werd nog geconcludeerd dat de WRR eigenlijk onder een krankzinnig gesternte geboren was. Een tijd waarin het geloof in de maakbaarheid van de samenleving heel erg groot was. En de wetenschappelijke pendant van dat geloof liet zich dan samenvatten in termen als extrapolatie, modellen, planning, culminerend in de overspannen idee dat het politieke proces rationeel is en op strikt wetenschappelijke basis beheersbaar zou zijn. Nou, wij weten 50 jaar later beter. De bundel waar dit trouwens was opgetekend heet Mosterd bij de maaltijd. Een prachtig reflectief werk en ook een aantal van u hier aanwezig heeft daar een bijdrage in geleverd 25 jaar geleden. Maar nu, in 2022, beoogt dit symposium wel even kort te reflecteren over het verleden, maar vooral de blik op de toekomst te werpen. Hoe kan de WRR ook de komende 50 jaar zijn relevantie behouden en de samenleving maximaal dienen? Op het programma van vanmiddag staan 2 lezingen. En zoals de WRR betaamt, Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, zal de eerste lezing gegeven worden door iemand die vooral in de wereld van de wetenschap actief is, en de ander door iemand die goed bekend is met de wereld van het beleid en de politiek. Daarna volgt een korte pauze. En na de pauze hebben wij steeds 2 co-referenten gevraagd om te reflecteren op die lezingen. En dan daarna, ik vraag ze kort daar een reactie op te geven. Dan volgt een panelgesprek met alle sprekers waar ik hopelijk ook u zal betrekken. En niet alleen u in deze prachtige zaal, maar ook u thuis die online meekijkt met dit symposium. Tot slot wordt, zoals dat hoort bij een jubileum, een Lustrum-uitgave gepresenteerd. En dit keer op een 21ste eeuwse wijze. Goed. Om u officieel welkom te heten, geef ik nu graag eerst het woord aan de voorzitter van de WRR, Corien Prins. Ja, ik wil niet zeggen dat ik... Doet hij het? Ja? Ik wil niet zeggen dat ik er 50 jaar later iets wat anders uitzie, maar inmiddels zie ik er iets wat anders uit. Dames en heren, welkom. Hartelijk dank voor uw komst, zowel degene hier in de zaal als online aanwezig bij ons 50-jarig jubileum. De microfoon doet het niet. Nee, ik merk zelf ook dat hij het niet doet. Op deze wijze wel? Nee? Doet hij het nu wel? Nee. Ik wacht even. Hij doet het, zeggen ze hier. Maar u in de zaal hoort mij niet goed? Ja? Dus probeer ik nog dichterbij te praten. Dames en heren, nogmaals welkom. En in het bijzonder welkom. Ik kan hem nog net zien. Oké, dankjewel. Dames en heren, welkom. Dit is beter, hè? Ja? Oké, welkom. In het bijzonder onze minister, Robert Dijkgraaf, al hartelijk welkom geheten. Heel veel collega's en oud-collega's, maar in het bijzonder ook mijn voorgangers, oud-voorzitters en heel bijzonder, Shen Kremers. Ik weet niet precies, Shen, waar jij zit. Daar. Eerste voorzitter van de WRR. Heel bijzonder dat je hier bent.
André Knot-Neres, Wim van der Donk, Michiel Scheltema en Piet Hein Donner schuift na 16:30 aan. En daarmee alle nog in leven zijnde voorzitters, oud-voorzitters en mijzelf hier aanwezig. Maar niet als voorzitters alleen hebben wij dat werk natuurlijk de 50 jaar lang verricht. Talloze collega's, oud-collega's zijn hier. En ik ben trots op jullie. Dank jullie wel voor al het werk en alle inzet die er afgelopen 50 jaar is ingestoken. Sorry, ik word er zelf een beetje emotioneel van. Dames en heren, vanmorgen mochten wij de koning ontvangen op een werkbezoek. En wij spraken met hem over enkele adviestrajecten en het werk van de raad. En helaas is onze eerste gesprekspartner, partij, de minister-president, vandaag verhinderd omdat hij in Brussel moest zijn. Maar toch is hij een beetje bij ons. En wel via een vooraf opgenomen videoboodschap die nu kort wordt gepresenteerd. Dames en heren, medewerkers, gasten van de WAR. Wat vind ik het jammer dat ik er vandaag niet live bij kan zijn om de WAR te feliciteren met het 50 jaar bestaan. En ook mijn grote waardering uit te spreken voor al het goede en belangrijke werk dat in die halve eeuw is verricht. En ook persoonlijk te zeggen hoezeer ik ook geniet van alle gesprekken die we af en toe met elkaar hebben. Wat is dat een prachtig aspect van mijn baan, dat ik dan ook zelf met jullie dat gesprek zo nu en dan kan voeren. Ik geniet er intens van. Bij de oprichting in 1972 bestond blijkbaar ook al die behoefte aan wetenschappelijke reflectie op het regeringsbeleid. Om koers te kunnen houden over de waan van de dag heen. En heel eerlijk, die behoefte is sindsdien niet kleiner geworden. Wim van der Donk, een van uw oud-voorzitters, vatte het werk van de WRR laatst zo samen. Mensen vragen na te denken over een wereld die ze zelf nog niet zien. Precies raak. En daarom is en blijft uw werk ook zo belangrijk. Al besef ik heel goed dat het soms lastig is concreet aan te wijzen hoe al die wetenschappelijke kennis en deskundigheid concreet landt in het regeringsbeleid. Maar we moeten blijven nadenken over die wereld van morgen. Want de vragen waar we voor staan zijn groter dan ooit. Het klimaat, digitalisering, veiligheid. Alles hangt steeds nauwer met alles samen. En de waan van de dag is in die 50 jaar bepaald niet minder geworden. Daarom zeg ik vandaag, ook uit eigen belang, WRR nog vele jaren. Blijf kritisch en onafhankelijk. Blijf de politiek voeden met wetenschappelijke feiten en analytische inzichten. Blijf ons die spiegel voorhouden. Ik wens jullie vandaag heel veel plezier en graag tot snel ziens. Nou, veel dank. Dames en heren, ik lach. Maar een maand geleden viel Rusland de Oekraïne binnen. En terwijl wij hier vandaag voor de viering van ons jubileum bijeen zijn, ontvouwt zich, u weet het alle, enkele landen, slechts enkele landen verderop naar het oosten een drama. Groot onrecht, onnoemelijk veel menselijk leed, mogelijk oorlogsmisdrijven en een Europees land en in een Europees land dat grenst aan de Europese Unie. Tegelijkertijd de uitingen van solidariteit die we ook waarnemen tonen onze onderlinge verbondenheid, ook tussen de lidstaten van de Europese Unie. En ze tonen het belang van waarden als vrijheid, autonomie, respect voor het leven. En alhoewel wij de gevolgen nog niet volledig kunnen overzien, lijkt wel zeker te zijn dat we aan de vooravond staan van een nieuwe tijd. Een nieuwe tijd die ons noopt tot een herijking van ons beleid. Een herijking op talloze terreinen, beleidsterreinen. En het is exact dit type kwesties waarin wij ons als WAR de afgelopen decennia hebben verdiept. En we hebben uiteindelijk besloten op deze bijeenkomst niet het feestje voorop te stellen, maar de opdracht waar de WAR al een halve eeuw voor aan de lat staat, namelijk om wetenschappelijk geschraagd advies voor het regeringsbeleid te formuleren. Dat deden we en dat doen we dankzij de inzet, ik noemde het zojuist al, van onze raad, onze staf, stagiairs. Dankzij onze voorgangers, mijn voorgangers, onze huidige collega's, maar ook onze toekomstige collega's. En als aftrap, korte aftrap voor de inhoudelijke reflectie van deze middag, wil ik kort met u stilstaan bij drie vragen. Wat agenderen wij nou precies?
Hoe werken wij? En tenslotte, wie adviseren wij? En is daarin de afgelopen 50 jaar iets veranderd? En welke uitdagingen zie ik voor de komende 50 jaar? Als eerste, wat agenderen wij? Of waarom agenderen wij dat? Wel bekend is dat de WER, en dat werd zojuist ook al genoemd, zich op de lange termijn beleid richt en de volle breedte van het regeringsbeleid ter hand neemt. Over talloze thema's hebben wij in de ruim 100 rapporten die inmiddels zijn verschenen, ons gebogen. En ook anno 2022-21 is die inhoudelijke breedte waarneembaar. Met projecten over kunstmatige intelligentie, de houdbaarheid van de gezondheidszorg, van de zorg, media en democratie, maatschappelijk onbehagen, maatschappij en onderneming en klimaatrechtvaardigheid. En alhoewel adviesonderwerpen komen en gaan, melden sommige thema's zich na verloop van tijd gewoon weer opnieuw en agenderen we ze weer opnieuw. Net als in de beginjaren van de WER hebben wij ook nu thema's als Europese samenwerking, energieschaarste, een dreigende economische stagnatie op onze agenda staan of claimen hun urgentie. Kortom, er is eigenlijk wat dat betreft niet zo heel veel veranderd. Eerste punt, onderdeel. Tweede punt, werkwijze. Met betrekking tot onze werkwijze, hoe werken wij, zijn veel zichtbare, maar in feite oppervlakkige zaken veranderd. De vervanging van de typemachine door de computer, de brief, door de mail. Een drietal verhuizingen en onlangs, ook voor u allen, werken vanuit huis en digitaal vergaderen. Maar in de kern is onze werkwijze dezelfde gebleven. Ons werk is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en het vertalen van inzichten, van die inzichten naar beleid. Overigens, en dat zeg ik vaak als ik uitleg waar de WER voor staat en hoe wij werken, dat vertalen is meer dan slechts vertalen in de zin van wetenschappelijke inzichten op een andere wijze presenteren, namelijk beter begrijpbaar voor het beleid. Het veronderstelt van ons het kunnen doordenken en begrijpen van de uitdagingen en opgaven waar het beleid voor staat, dan wel het beleid zich op heeft te richten. En dus moet iedereen die bij de WER werkt zich kunnen verplaatsen in de wereld van beleid en in de politiek. Dan het derde punt, laatste punt. Tot wie wij ons richten? Wat dat betreft is de wet helder. Dat is de regering. Voorafgaand aan dit lustrum sprak ik, onder meer te behoeve van de podcast die wij hebben opgenomen met alle oud-voorzitters en mijzelf. Een hele leuke podcast, beschikbaar op onze website, mocht u hem willen beluisteren. Kortom, ik sprak voorafgaand, met Cenk Kremers. Hij vertelde me over het wekelijkse koffieafspraak op maandag met de premier. Nou, ik heb niet iedere maandag een afspraak met onze premier. Dat is dus echt veranderd. Maar wij spreken nog steeds met hem, 2 keer per jaar, ruim 1,5 uur, over inhoudelijke kwesties. Maar bovendien, wij richten ons in ons werk niet langer alleen op de regering. Wellicht destijds ook niet, maar de focus is ook meer gericht op gemeente, provincie, grote uitvoeringsorganisaties, sociale partners en de Europese instellingen. Beleid komt immers op meerdere plekken, op vele plekken, tot stand. Kortom, conclusie voor dit eerste onderdeeltje. Hoewel er veel is veranderd, is dat veelal aan de oppervlakte. Op een dieper niveau is er veel hetzelfde gebleven. Maar wat zou dat kunnen zeggen over de komende 50 jaar? Dat is het afsluitende deel van deze korte inleiding. Wat mij betreft, ik heb hier als kopje geformuleerd: 100 jaar is geen vanzelfsprekendheid. Want bij de WER is in ieder geval het besef aanwezig dat onze momenteel redelijk stabiele positie zeker geen vanzelfsprekendheid is. Er dienen zich uitdagingen aan rond zowel, ik heb weer de 3 thema's, de keuze van adviesonderwerpen, de werkwijze en partijen voor wie we het allemaal doen. Laat me kort tenslotte bij deze 3 nog stilstaan. Allereerst het wat, onze agenda. Zoals gezegd, we richten ons op de volle breedte van het regeringsbeleid. Maar wie de agenda van de WER volgt, weet dat we gegeven die volle breedte gewoon lang niet alles ter hand kunnen nemen. Tal van onderwerpen redden het zogezegd niet. Als relatief kleine organisatie was het altijd al onmogelijk alle onderwerpen die in ons straatje passen ter hand te nemen. Maar anders dan vroeger zullen we de komende jaren nog explicieter zijn om een verhaal bij onze agendering te hebben. En daarbij komt dat de selectie van onderwerpen ingewikkelder is geworden. Vertrouwde,
vertegenwoordigende bakens en filters uit het verleden zijn verdwenen. Ik noem het ooit redelijk overzichtelijke politieke landschap. Het vertrouwde en herkenbare palet aan omroepen en dagbladen. En het alom gewaardeerde verenigingsleven. Kortom, de eerste uitdaging die ik agendeer is dat ons werk voldoende in de breedte van de complexe samenleving moet blijven gegrond. Een samenleving echter die zich steeds minder via de vaste kanalen laat vertegenwoordigen. Wij zullen zelf altijd uitleg geven over de keuzes die we maken. Maar ik verwacht dat we in de toekomst steeds vaker zullen worden aangesproken op hoe we tot die keuzes komen. Tweede punt. Eerder sprak ik al over de rol van wetenschap in en voor ons werk. Ook op dit vlak presenteren zich enkele uitdagingen. Wel bekend is het sentiment over wetenschap in delen van de samenleving. Minister, in Leiden sprak u er onlangs nog over. Maar voor ons is er een aanvullend, of nog een punt. En daar wil ik het graag even bij stilstaan. Als WER bouwen wij voort op wetenschappelijke inzichten. Maar dan moeten die wetenschappelijke inzichten, die wetenschappelijke kennis, moeten dan wel zijn. Wat betreft de internationale wetenschappelijke literatuur kunnen wij putten uit een rijk arsenaal aan inzichten. Dat geldt echter steeds minder voor wetenschappelijke kennis over de Nederlandse context. Of over beleids- en reguleringsvraagstukken die kenmerkend zijn voor ons land. Ons Nederlandse kennis- en onderzoekslandschap internationaliseert. Steeds meer en meer. Niet alleen in tijdschriften waarin wordt gepubliceerd, maar ook in de onderwerpen die ter hand worden genomen. Bovendien specialiseren wetenschappers zich, ik ben er één van. Het gevolg is niet alleen dat de bredere vraagstukken waarop de WER zich dient te richten minder bediend worden, maar ook dat vooraanstaande wetenschappelijke expertise over bijvoorbeeld het Nederlands recht of het lokaal bestuur schaars wordt. De uitdaging voor de WER is daarmee dat wij meer dan in het verleden moeite moeten doen om wetenschappelijke kennis relevant te maken voor het Nederlandse regeringsbeleid. Onze vertaalslag wordt als het ware een dubbele. Eerst vanuit het beschikbare internationaal wetenschappelijke analyse naar voor een Nederlandse context relevante wetenschappelijke analyse, stap 1. Denk aan een unieke Nederlandse beleidsgeschiedenis of de intenties van een voor ons specifieke opgave waar we het naar moeten vertalen. En dan die tweede slag, vervolgens de tweede vertaalslag, namelijk deze analyse vertalen naar adviezen voor het regeringsbeleid. Dames en heren, laat me duidelijk zijn. Mijn observatie is niet bedoeld om te klagen. Bovendien, we nemen deze uitdaging al langer ter hand. Tegelijkertijd wil ik, Corien, de wetenschapper en de wetenschapper in mij, mezelf meegeven dat de discussie over internationalisering bij het HBO en bij de universiteiten over meer dient te gaan dan alleen aantallen studenten die uit het buitenland komen of publicaties in internationale fora. In de wetenschap moet wat mij betreft het besef weer een plaats krijgen dat ook de Nederlandse context ertoe doet. Zeker in de voor de WER belangrijke disciplines van de bestuurskunde, sociologie, criminologie, economie, rechtsgeleerdheid. Op deze, maar ook op andere wetenschapsterreinen komen we er wat mij betreft niet met uitsluitend universele wetenschappelijke feiten. Excellente wetenschap en daarmee voor ons land betekenisvol wetenschapsbeleid betekent ook oog hebben en waardering hebben voor de relevantie van de nationale, lokale en in ons geval Nederlandse context. Dames en heren, derde onderdeel, laatste onderdeel. Voor wie? De laatste letter in de WER, afkorting WER, staat voor regeringsbeleid. Niet voor kabinetsbeleid. Ook is het niet de Wetenschappelijke Raad voor de Regering. Natuurlijk zijn de drie onlosmakelijk met elkaar verbonden en met ons werk verbonden. Toch is ons vertrek en focuspunt het regeringsbeleid. Dat gaat voorbij aan het zittende kabinet, zoals we vaak zeggen. Maar bovendien raakt het regeringsbeleid parlement, burgers, bedrijven, gemeenten, uitvoeringsinstanties en soms internationale partijen. En daarmee zijn we er voor de samenleving in de volle breedte. Ik heb dat al gezegd. Maar dat brengt natuurlijk wel de uitdaging met zich mee dat diezelfde samenleving voldoende vertrouwen stelt in wat wij doen. Maar laten we wat betreft de uitdagingen hier nog een andere opmerking maken.
en wel over de wisselwerking tussen regeringsbeleid, waar we ons in principe op richten, en de regering. Onze analyse van beleidskwesties toont steeds vaker dat de regering onvoldoende geëquipeerd is om de grote opgaven van de komende tijd ter hand te nemen. Regelmatig hebben wij gewezen op de noodzaak van een meer gecoördineerde, integrale, strategische manier van werken binnen de overheid. Maar na meerdere rapporten met deze boodschap lopen we het risico dat dit signaal, deze oproep, deze conclusie iets wat sleets wordt. De uitdaging die ik hier zie is de noodzaak om te komen voorbij de enkele observatie dat van de overheid een andere manier van werken, organiseren en handelen wordt verlangd. Maar die stap impliceert uiteindelijk ook dat wij de regering zelf tot het onderwerp van onze adviezen maken. Dames en heren, ik rond af. De buitenwereld vormt een onlosmakelijk onderdeel van ons werk. Zonder de buitenwereld in al zijn facetten kunnen wij ons werk niet doen. De afgelopen decennia hebben wij ons in tal van opzichten door die buitenwereld laten inspireren. En vanmiddag willen wij dat wederom doen. Met de lezingen van José van Dijk, Jeroen Dijsselbloem en de vier referenten die op hun betoog zullen reageren. Namens alle collega's, maar zeker ook oud-collega's, wil ik hen alvast bedanken voor de inspiratie die ze ons daarmee vanmiddag meegeven. Op onze weg naar hopelijk toch wel weer 50 jaar. Dank u wel. Ja, dan is het dus nu tijd voor de eerste lezing met de titel Van Dorpsplein naar Online Marktplaats. Hoe sociale media vertrouwen en het publieke debat beïnvloeden. Uw aandacht voor hoogleraar Media en Digitale Samenleving aan de Universiteit Utrecht, José van Dijk. Dank u wel, dames en heren. En welkom allemaal. Welkom aan de minister en aan iedereen. Het is ontzettend leuk. Ik zei net, het lijkt hier wel een reunie uit het 20 jaar wetenschap en een stukje beleid en politiek. Ik wil het met u hebben vandaag niet zozeer alleen maar over de WRR, maar over de WRR in het medialandschap van vandaag. En ik hoop dat we daar straks ook een leuke discussie over kunnen voeren. In de studie, die heette Navigeren en Anticiperen in Onzekere Tijden van vorig jaar, stellen de WRR en de KNW dat een geringe vertrouwensbasis, en daarmee bedoelen we het onderlinge vertrouwen tussen burgers en tussen burgers en overheid, dat dat een bedreiging vormt voor de maatschappelijke samenhang en voor, in ons geval, de laatste 2 jaar het naleven van de coronamaatregelen. Vooral het vertrouwen in politiek en overheid is de afgelopen 2 jaar sterk gedaald. De Erasmus Universiteit liet zien dat het vertrouwen dat Nederlandse burgers in de overheid hebben daalde van bijna 70% in april 2020 naar minder dan 30% in september 2021. Maar een interessant detail van de Erasmus-studie was dat vooral mensen voor wie sociale media de belangrijkste informatiebron waren over het virus, dat die minder vertrouwen hebben in de overheid, in de GGD, in de RIVM en ook in de mainstream media. Opvallend genoeg zijn ze ook minder vaak gevaccineerd. En uit een onderzoek van het Rathenau-instituut uit juli 2021, dus vorige zomer, was al gebleken dat corona-informatie die Nederlanders van vrienden en familie krijgen meer vertrouwd wordt dan informatie van journalisten van kranten, radio en tv. 39% ten opzichte van 34%. Voor een mediawetenschapper als ik zelf ben, zijn die laatste 2 details buitengewoon interessant. Ik wil mijn betoog dan ook openen met de stelling: sociale media, nu pak ik al meteen de tweede erbij, dat was niet de bedoeling. Sociale media spelen een rol in het dalende vertrouwen van Nederlanders in de overheid en andere instituties. En dat zijn instituties zoals de wetenschap, de politiek, lagere overheden en mainstream media. Die zijn ook heel lang de pijlers geweest voor ons vertrouwen in democratisch bestuur. Het vermogen om onszelf als samenleving te organiseren. Maar sinds een aantal jaren zijn digitale platformen en met name sociale medianetwerken zoals Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Telegram, TikTok, de laatste die daarbij zijn gekomen, zijn cruciale schakels geworden in de communicatie tussen burgers, wetenschappers, politici, beleidsmakers en journalisten.
En de impact van sociale media op de distributie van informatie tussen die groepen is aanzienlijk. Sinds 2016 zijn er in binnen- en buitenland vele discussies gevoerd over de ondermijnende macht van deze platformen. En de desinformatiewapens die tijdens de afgelopen weken die u hebt gezien in de Oekraïneoorlog zijn ingezet, die zijn daar eigenlijk het meest recente schrijnende voorbeeld van. Van desinformatie tot en nepnieuws op Facebook tot polarisatie via de konijnenholen van YouTube. Via die sociale mediaplatformen knagen groepen gebruikers aan de stoelpoten van niet alleen de gevestigde media, maar van alle instituties. Dat die sociale media een rol spelen in het dalende vertrouwen van burgers en instituties leidt eigenlijk tot mijn tweede stelling. Dat die dynamiek van sociale media een grote impact heeft op de kwaliteit van ons publieke debat en de hele publieke sfeer. Een sfeer die in de afgelopen 50 jaar vooral werd bepaald door traditionele instituties zoals de politiek, de regering en de Tweede Kamer, de overheid en het beleid, maar ook de wetenschap. Denk aan onze universiteiten, planbureaus, RIVM en natuurlijk de massamedia. Bijvoorbeeld de nieuwsorganisaties, kranten, maar vooral ook de publieke omroep. En aan het einde van mijn betoog zometeen wil ik ingaan op wat deze nieuwe sociale media gedreven omgeving betekent, ook voor de WRR. En de manier waarop de Raad adviezen maakt en communiceert. In feite gaan we in liberale democratieën zoals in Nederland nog steeds uit van een institutionele werkelijkheid zoals die 50 jaar geleden bij de oprichting van de WRR bestond. En in die werkelijkheid heerst de illusie van een heldere taakverdeling. De wetenschap informeert politici en beleidsmakers die vervolgens politieke keuzes maken op basis van rationele, evidence-based argumenten. Dat beleid wordt vervolgens uitgelegd aan burgers, deels via de massamedia die als waakhond kritische vragen stellen. En zo ontstaat een keten, van informatie waarin onafhankelijke instituties samen ankers van vertrouwen vormen. Ze moeten allemaal voldoen aan criteria van transparantie, hebben allemaal een verantwoordingsplicht en vaak, zoals in de journalistiek ook, een professionele code. Deze opgedeelde opvatting over de institutionele werkelijkheid, common ground noemen we dat ook wel, wordt geschaagd door een gedeeld discours dat uitgaat van rationaliteit en het streven naar consensus, common sense. En natuurlijk is deze keten van informatie in de praktijk nooit zo lineair geweest met mooie pijlen en streepjes zoals hier verbeeld. En toch staat die modelwerkelijkheid van de 50 jaar geleden nog best wel overeind. Wetenschappers informeren nog steeds de regering en beleidsmakers. Denk even aan het Outbreak Management Team van de afgelopen jaren. Politici en beleidsmakers maken op basis daarvan nog steeds keuzes en informeren media en publiek. Maar de komst van mondiale digitale platformen heeft die communicatiedynamiek tussen instituties en burgers danig beïnvloed. En naast dat lineaire institutionele model dat ik zojuist liet zien, kregen we te maken met dit genetwerkte model. Met name sociale mediaplatformen kregen sinds 2010 een steeds centralere plek in de communicatie tussen wetenschap, politiek, overheid en beleid, media en burgers. Het geordende dorpsplein van weleer, de publieke sfeer, is een online marktplaats geworden waarop iedereen een eigen kanaal kan beginnen, direct informatie kan opvragen en groepen kan mobiliseren. Overheden en instituties hebben nauwelijks een rol gespeeld bij het ontwerp van die online marktplaats, in tegenstelling tot het bij het ontwerp van het vroegere dorpsplein en van destijds de massamedia. Sociale mediaplatformen zijn echter allesbehalve neutrale technische doorgeefluiken. Ze vormen een datagedreven en algoritmisch gestuurd ecosysteem waarin stemmen worden gefilterd door de geautomatiseerde commerciële logica van aandacht, kliks en advertenties. Op die online marktplaats gelden andere omgangsvormen dan die van rationaliteit, wederzijds respect en consensusvorming op dat dorpsplein van weleer. De nieuwe communicatiedynamiek wordt gedreven door emotie, door verleiding, door manipulatie. En die kan zowel commercieel als ideologisch gemotiveerd zijn. Content is belangrijker dan context. Aandacht trekken belangrijker dan aandacht houden.
En die circulatiemachine geeft evenveel gewicht aan leken met al dan niet geïnformeerde meningen als aan experts met institutioneel gezag. Wetenschappers en beleidsmakers die gewend zijn aan een wereld van genuanceerde redeneringen en bewezen hypotheses, die moeten zich opeens manifesteren in een wereld waarin iedereen gelijk kan krijgen en niemand genoeg kan krijgen van zijn eigen gelijk. Een wereld waarin meningen beter renderen dan feiten, waarin beweringen het beter doen dan redeneringen en waarin clickbait zegeviert over common ground en common sense. Sommige wetenschappers beargumenteren dat institutioneel vertrouwen plaatsmaakt voor een technologisch gedreven, gedistribueerd vertrouwen, waarbij traditionele gatekeepers, experts en autoriteiten vaak meteen opzij worden geschoven. Informatie gedeeld door vrienden of vrienden van vrienden krijgt meer geloofwaardigheid dan informatie van bijvoorbeeld media-instituties. En omdat de digitale marktplaats geen transparante normen voor de inrichting van de digitale publieke sfeer biedt, ontstaat een soort vertrouwensvacuüm dat ampel ruimte geeft voor speculatie, voor samenzwering, voor filterbubbels en voor polarisatie. Hebben nu eigenlijk techbedrijven een apart universum, sommigen zeggen een metaverse, gecreëerd waarin instituties omzeild worden en waardoor ze eigenlijk minder gezaghebbend zijn? Ik denk eigenlijk niet dat er een digitale wereld gedomineerd door sociale media opereert naast de werkelijkheid van traditionele mainstream instituties. Integendeel, die werelden zijn juist innig met elkaar verbonden, ook al zijn ze soms in heftige strijd met elkaar verwikkeld. Kijk bijvoorbeeld naar de wetenschap, waar het mes van sociale media aan twee kanten snijdt. Voor Marion Koopmans was haar Twitter-account cruciaal voor het ontvangen van de eerste signalen van het coronavirus uit Wuhan in China in december 2019. En via hetzelfde sociale platform werd de epidemiologe later het mikpunt van bedreigingen en haatberichten. Overheden maken steeds meer gebruik van sociale media om hun boodschappen uit te dragen. Denk aan hoe de Rijksoverheid tijdens de eerste fase van de coronapandemie influencers inhuurde om informatie over de coronaregels en vaccinatie te verspreiden. Twee maanden later werden beleidsmakers verontwaardigd dat diezelfde influencers de overheidsbeleid ondermijnden door anti-vaccinatieboodschappen te verspreiden, waarvoor ze simpelweg door andere belanghebbenden betaald werden. En de NOS, het medium dat nog steeds trouwens het grootste vertrouwen geniet van het Nederlandse publiek als mainstream media, is de afgelopen jaren het mikpunt geworden van gerichte, ondermijnende activiteiten via die sociale media. Ondertussen wenden bepaalde politieke partijen zich af van de geprotocoleerde debatcultuur in de Tweede Kamer door via hun eigen YouTube- of Telegram-kanalen de eigen zuil toe te spreken. Kanalen waar heel andere normen voor beleefdheid en bewijslast gelden. Er zijn kortom talloze voorbeelden van verstrengeling tussen het oude dorpsplein en die nieuwe digitale marktplaats. Vertrouwen komt tegenwoordig te voet, maar niet te paard, maar per tweet. En waar de galop van een paard nog te temmen was, te mennen was, is de snelheid waarmee reputatie en vertrouwen op het internet verschijnen en verdwijnen nauwelijks bij te benen. Die volatiliteit van de online marktplaats staat haaks op de normen van het offline dorpsplein, met heftige botsingen als gevolg. En de impact van deze nieuwe communicatiedynamiek op instituties als politiek, massamedia en wetenschap is enorm. En de vraag is eigenlijk hoe professionals hiermee om moeten gaan. Velen zijn geneigd de nieuwe vormen van het digitale straatgevecht over te nemen als het erom gaat de normen van het institutionele gezag te verdedigen. Veel van mijn collega's doen dat ook. Sommige wetenschappers twitteren heldhaftig mee in de loopgraven van het publieke debat. Anderen blijven zwaar investeren in fact-checking van digitaal verspreide geruchten. En terwijl de meme-machine op volle toeren draait, liggen de traditionele instituties steeds vaker onder een vergrootglas. Niet alleen van de massamedia als controlerende macht, die we al kenden, maar ook van boze burgers die met hun mobieltjes vraagtekens plaatsen bij de betrouwbaarheid van maatschappelijke dienstverlening. Of het nu gaat om benadeelde ouders in de toeslagenaffaire die zich verenigen op Facebook,
om slachtoffers van de MeToo-uitwassen die naar YouTube grijpen om daders te outen. Of om burgerwetenschappers die zelf CO2-uitstoot meten met hun telefoon. Allemaal hebben ze wapens ontdekt waarmee ze het politieke debat en de publieke opinie kunnen bespelen. Soms is dat terecht en leidt het tot meer openheid en een mea culpa van betreffende organisaties. Vaak is dat onterecht en ondermijnen die online aanvallen het gezag van instituties en daarmee van een stabiele rechtsstaat. Kortom, soms zijn sociale media wapens die burgers macht geven, soms wapens om de stabiliserende macht daarvan te ondermijnen. Hoe moeten we nu omgaan met deze nieuwe werkelijkheid? Laten we vooropstellen dat sociale mediaplatformen nog oorzaak, nog gevolg zijn van het dalende vertrouwen in die overheden en andere instituties. Maar die platformen zijn wel doorgedrongen tot in de diepste haarvaten van de samenleving en ze hebben een enorme impact op het publieke debat. Sociale media zorgen dat iedereen van zich kan laten horen, maar niemand weet welke stem waarom versterkt wordt. De zwarte dozen van geautomatiseerde megafoons als Facebook ontwijken de democratische controlemechanismen die we wel eisen van andere organisaties. En het is op zijn minst paradoxaal dat burgers luidkeels transparantie en verantwoordingsplicht eisen van de massamedia, de Tweede Kamer, de wetenschap, overheidsinstanties, maar deze niet opleggen aan Facebook, YouTube, TikTok, Telegram en Twitter. En die paradox is nog onbegrijpelijker omdat tegenover een massaal gebruik van sociale media een opmerkelijk laag vertrouwen in deze platformen als informatiebron staat. Slechts 20% van de Nederlanders vertrouwt Facebook en andere platformen waar het gaat om nieuws en informatie. En daarom wil ik 3 suggesties aandragen om de invloed van sociale media op het tanende vertrouwen in instituties tegen te gaan. In de eerste plaats door deze platformen beter te gaan reguleren, zowel op het gebied van contentmoderatie als van technologische infrastructuur. Iedereen die denkt dat techbedrijven vanzelf de sociale normen en juridische plichten op internet gaan handhaven, is tot nu toe teleurgesteld. Iedereen die gelooft dat je cryptovaluta kunt laten voortwoekeren zonder de checks en balances van overheden en onafhankelijke toezichthouders, leeft op een andere planeet of in de metaverse. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan overheidsregulering, zowel in de verschillende landen afzonderlijk als op Europees niveau. Maar of dit snel genoeg gaat en voldoende is, dat is de vraag. Een tweede punt. Instituties, wetenschap, politiek, massamedia, die moeten investeren in de innovatie van het digitale publieke domein. De beproefde kaders van het dorpsplein van 50 jaar geleden, helaas, die gelden niet meer. Maar in plaats van gedwee mee te bewegen met de marktlogica van sociale media of er fel tegen te vechten, zouden we die online arena's van publieke communicatie ook opnieuw kunnen inrichten. Liefst samen met de burgers die nog zelden een rol toebedeeld krijgen naast die van markt en staat, dus de rol van civil society. Waar blijven de openbare bibliotheken die een veilige en hygiënische ruimte bieden voor het publieke debat? Waarom moeten openbare scholen genoegen nemen met Facebook, Instagram en TikTok als ze op school in een openbare ruimte in die digitale ruimte willen communiceren? Mijn derde punt is dat we ons moeten herbezinnen op de normen en omgangsvormen die we handhaven in dat publieke debat. Als we de succesnummers van commercieel gedreven sociale media, van hate mails en dreigtweets tot gemanipuleerd beeldgebruik en woede-erupties, als we dat tot norm verheffen, dan zal er binnenkort geen common ground of common sense meer aanwezig zijn. Dat juist de Tweede Kamer recent moest debatteren over wat redelijke omgangsvormen en normen voor discussie zijn, is een pijnlijk symptoom van deze tijd. Om de deliberatieve democratie beheersbaar te houden, moeten overheidsorganisaties zich bewust zijn van hun modelfuncties in deze online communicatiedynamiek. En die mag niet op Twitter of YouTube gaan lijken. En daarmee kom ik bij mijn laatste vraag. Wat betekent deze veranderende online omgeving voor de WRR en de manier waarop hij zijn adviezen communiceert naar regering en publiek?
De WRR die 50 jaar geleden werd geboren op het dorpsplein moet zich nu manifesteren op een digitale marktplaats waar vertrouwen in instituties veel minder vanzelfsprekend is. En de komende 50 jaar heeft die veranderende online omgeving waarschijnlijk invloed op zowel de inhoud als de impact van WRR-adviezen. Om met die inhoud te beginnen. In 2018 constateerde de commissie Bijker, voorgezeten door Wiebe Bijker, in haar evaluatierapport dat de WRR de regering moet adviseren over, en nu citeer ik, over grote, weerbarstige en omstreden vraagstukken die een multidisciplinaire wetenschappelijke aanpak en lange termijn focus en meerdere niveaus van beleid betreffen. Einde citaat. Heel compacte definitie. In dat rijtje van weerbarstige vraagstukken past naast de klimaatcrisis, mondiale migratie, betaalbaarheid van de zorg, zeker ook de digitale transitie. En het recente WRR-rapport over kunstmatige intelligentie, over AI als systeemtechnologie, die het fundament vormt van een maatschappelijke omslag, is hier eigenlijk een prachtig voorbeeld van. Maar ook het in kaart brengen van de mogelijke gevolgen van zo'n systeemtechnologie voor verschillende sectoren, zoals de zorg of het mediabestel of de geldmarkt. Dat vereist zorgvuldige analyse en afweging waar de WRR een hele grote rol bij kan spelen. Zulke vergezichten moeten regeringen die elke 4 jaar van samenstelling wisselen helpen om de blik op de horizon gericht te houden. Zoals de premier zojuist ook mooi citeerde uit van Wim van der Donk. Ten slotte, wat betekent de online marktplaats voor de impact van WRR-adviezen en hoe communiceert de Raad zijn beleidsadviezen naar het grote publiek? Bij ieder adviesrapport van de WRR hoort een impactrapportage. En daarin lezen we precies hoeveel downloads, hoeveel vermeldingen in de politiek en zichtbaarheid in de media elk van de gepubliceerde adviezen heeft gekregen. Het is heel goed dat die impact zo meetbaar gemaakt wordt. Maar naast meetbaarheid is ook inhoudelijke discussie en debat over die adviezen ontzettend belangrijk. En de laatste jaren heeft de Raad Twittergroepen ingezet om specifieke discussies rondom rapporten te voeren en LinkedIn gebruikt om informatie te verspreiden. Het is nuttig om kritisch te reflecteren op de middelen waarmee raadsleden zich roeren in het publieke debat. Dus niet alleen naar de regering, maar ook deel worden van dat publieke debat en welke groepen zij daarmee bereiken. Welke metrics hanteert de WRR voor het meten van zijn eigen succesvolle beleidscommunicatie? Zijn dat aantallen likes en retweets? Of zijn het ingezonden brieven naar een stuk van WRR-voorzitter of een lid in de NRC of de Volkskrant? Impact reikt veel verder dan meetgegevens. Hoe wil de WRR het publieke debat informeren en op welke podia wil zij met wie in gesprek? Om de regering en instituties van hoogwaardige adviezen te blijven voorzien, zal de WRR voorop moeten lopen bij het signaleren van en het adviseren over die complexe vraagstukken. En vertrouwen in democratische instituties is een van de fundamenten van de open democratische platformsamenleving. En ik hoop dan ook dat de WRR dit thema in al zijn facetten hoog op de agenda wil houden. Dat betekent dat de Raad instituties die ooit 50 jaar geleden de pijlers waren van de dialoog op het dorpsplein kan helpen bij het maken van een transitie naar die digitale ruimte. Niet die online marktplaats zoals we die nu kennen, maar een plek waar ruimte en respect is voor iedere burger. Een plek waar common ground en common sense opnieuw wordt uitgevonden en de gouden standaard gaat vormen voor het publieke debat. Ik wil de WRR van harte feliciteren met zijn verjaardag. En vooral Corine, nog heel veel succes wensen in de komende 50 jaar. Dank jullie wel. Dank José van Dijk. En na de pauze gaan we uitgebreid verder praten over uw gedeelde inzichten. Dank. Het is nu tijd voor de tweede lezing. En die gaat over het maatschappelijk belang van beleidsadvies. Waarom is het eigenlijk zo belangrijk wat de WRR doet? En dat die lezing wordt gegeven door de voorzitter van de Onderzoeksraad Veiligheid. Dames en heren, uw aandacht voor Jeroen Dijsselbloem. Dank u wel. Dames en heren, van harte gefeliciteerd met 50 jaar WRR.
een mooie gelegenheid om stil te staan bij de waarde van het werk van de WRR. En hoe dat behouden en mogelijk zelfs versterkt kan worden. Ik denk dat iedereen hier op de vierkante kilometer rond het Binnenhof wel een aantal WRR-rapporten kan noemen die zijn of haar denken en hopelijk zelfs doen heeft beïnvloed. Ik wil er enkele noemen die mij zijn bijgebleven in de inmiddels vele jaren dat ik in Den Haag werk. Ik was net afgestudeerd in 1992 toen Grond voor Keuze verscheen. Rudy Rabbinge liet overtuigend zien dat wanneer we ons grondgebruik in Europa zouden optimaliseren, rekening houden met de eigenschappen van de bodem en de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen, we de uitputting van het areaal zouden kunnen stoppen, grond zouden kunnen vrijmaken voor een forse uitbreiding van natuur en bos. En dit alles met inzet van veel minder chemische hulpmiddelen ons voedsel zouden kunnen produceren. Nog steeds actueel. In de tijd dat ik met collega rode ingenieur Staf de Pla schreef aan een pamflet getiteld Buurten voor bewoners, konden wij gebruik maken van het WRR-rapport Vertrouwen in de buurt uit 2005. Met als trekker Pieter Winsemius en Godfried Emmersen leverden een deelstudie. Een pleidooi voor actief buurtgericht beleid op basis van een empirische inventarisatie van sterke praktijken. Uit de tijd dat ik bezig was met onderwijsbeleid als voorzitter van het parlementair onderzoek naar onderwijsvernieuwingen herinner ik mij meerdere rapporten. Al in 1986, dus lang daarvoor, verscheen het rapport Basisvorming in het onderwijs. Het advies was gevraagd door onderwijsminister Deetman om een decennia lange politieke impasse rond het vraagstuk van de vroege selectie op de basisscholen te doorbreken. Kees Schuit, toen BRR, adviseerde om de structuurwijziging, de middenschool, maar even te laten voor wat ze is en te komen tot een gezamenlijk breed curriculum voor 12 tot 15-jarigen. Te toetsen op twee niveaus en met een combinatievariant gericht op eerdere beroepsvoorbereiding. De omgang van de politiek met dat gebalanceerde voorstel in de jaren daarna was een van de voorbeelden in ons rapport over onderwijsvernieuwing, over hoe een mogelijk goed idee op onuitvoerbare wijze de praktijk in werd geschoven. En het thema van vroegselectie in het onderwijs is nog even actueel. Dat geldt ook voor verschillende andere rapporten. Bijvoorbeeld het rapport Vertrouwen in de school uit 2009. Een pleidooi voor verbondenheid en structuur om schooluitval drastisch te beperken. Of het rapport Vertrouwen in burgers uit 2012. Een pleidooi voor vertrouwen van de overheid in haar burgers. 10 jaar later worstelt de politiek er nog steeds mee. In mijn periode als minister van Financiën heb ik gezocht naar WRR-verkenningen en adviezen betreffende de ontwikkelingen in de financiële sector. De enorme groei en deregulering van de financiële sector in de jaren 90 en de daarmee gepaardgaande risico's die na 2007 werkelijkheid werden, zijn zover ik weet door de WRR niet behandeld in die periode voorafgaand aan de financiële crisis. In de aanloop naar de financiële crisis schreef de WRR wel veel over de thema's die na 2001 volop speelden, zoals immigratie, islam, waarden en normen, Europa. Maar niet over de financieel-economische dreiging die zich in die jaren opbouwde. Later in 2016 werd in het rapport Samenleving en financiële sector in evenwicht uitstekend beschreven hoe door een steeds grotere afhankelijkheid van de financiële sector de economie en de samenleving kwetsbaar zijn geworden. Het rapport bepleitte verdere aanpassingen van het sociaal-economisch beleid om onze weerbaarheid te vergroten. Nog altijd zeer actueel. Naar aanleiding van een debat over geldschepping en de voor- en nadelen van het huidige geldstelsel heb ik in 2016 aan de Tweede Kamer voorgesteld de WRR hierover advies te vragen. Het rapport Geld en Schuld, de publieke rol van banken, verscheen in 2019 en reikte opties aan om de risico's van geldschepping en schuldengroei te beheersen. Een indrukwekkende spijker op de kop was het rapport Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op zelfredzaamheid. Uit 2017. Het kwam uit kort voor de kinderopvangtoeslagaffaire en legde meteen belangrijke bootstenen voor een omkering van denken op tafel. Tot slot wil ik noemen opgave AI, de nieuwe systeemtechnologie.
De adviescommissie van het Nationaal Groeifonds heeft dankbaar gebruik gemaakt van dit WRR-rapport bij het beoordelen van een aantal adviesaanvragen op het terrein van kunstmatige intelligentie. Met name de vraag hoe deze systeemtechnologie optimaal maatschappelijk zou worden kunnen toegepast en wat daarvoor nodig is. De echte meerwaarde van de WRR, of het nou gaat om ongelijkheid, identiteit, houdbaarheid van ons zorgstelsel of kunstmatige intelligentie, is gelegen in het vooruitdenken. Bij de OVV, de onderzoeksraad waar ik nu werk, beogen wij het leren uit het verleden te bevorderen. Zeg maar als het kalf verdronken is. En nou lopen er nog meer kalveren op het land. En het dempen van de put of de sloot is een oplossing die weer nieuwe risico's met zich meebrengt. Kortom, er zijn verstandige en minder verstandige lessen te leren. We beogen de kans op herhaling te verminderen. Maar de WRR richt zich veel meer op het verkennen voor de toekomst. Het nadenken over beleid in het perspectief van de lange termijn, zoals Michiel Scheltema het formuleerde. Een self-denying prophecy. Als we de toekomst tijdig onder ogen zien, kunnen we immers ook tijdig bijsturen. Lange termijn verkenningen, zodat de korte termijn focus wordt doorbroken. En dat is belangrijker dan ooit. De politieke horizon lijkt de laatste jaren steeds dichterbij te liggen. De gemiddelde zittingsduur van parlementariërs is in de afgelopen 50 jaar gehalveerd. Dat betekent dat onze volksvertegenwoordigers onder forse druk staan om op korte termijn te leveren. Partijen op zoek naar vernieuwing is één verklaring. Grotere volatiliteit onder de kiezers een andere. De kiezer lijkt ontketend, vervreemd van oude verbanden, los van brede maatschappijvisies. En verkiezingen zijn daarmee veel meer korte termijn opnames geworden van het gewicht dat op dat moment aan een set deelbelangen wordt toegekend. Versnippering van de zetels betekent ook dat geen enkele politieke partij meer een substantieel wetenschappelijk bureau heeft. De politieke horizon is steeds dichterbij komen te liggen. Dit alles verhoudt zich gek genoeg slecht tot de roep om lange termijnvisie die steeds vaker gehoord wordt. Dat visie wenselijk is, daarover bestaat grote overeenstemming, zo lijkt het. Over wat die visie zou moeten zijn, daarover ligt het steeds bredere palet aan partijen steeds verder uit elkaar. Het feit dat ons politieke bestel brede coalities nodig maakt, maakt regeren met het oog op de lange termijn nog lastiger. Visies kunnen immers danig in de weg zitten tijdens een torentjesoverleg. We hebben ook een lange periode achter ons liggen waarin al te verrijkende maatschappijvisies met skepsis werden ontvangen. Daarin zie ik een slingerbeweging, want toen de WRR werd opgericht, begin jaren 70, was dat wel anders. De Club van Rome had haar rapport net uitgebracht. Grote woorden werden niet geschuwd. In het advies dat zou leiden tot de oprichting van de WRR in 1970... werd bepleit dat deze nieuwe instelling een samenvattend inzicht moest verschaffen in de mogelijke lange termijn ontwikkelingen van de maatschappij als geheel. De nieuwe raad zette zich vervolgens aan een integrale verkenning van de toekomst van Nederland. Er was behoefte aan helderheid en inzicht, en graag met zekerheid. Pas geleidelijk kwam het inzicht dat de toekomst, zelfs met de beste wetenschappelijke inzichten, niet goed kenbaar is. En dat het leren omgaan met onzekerheid aan de hand van scenario's meer waardevolle inzichten kan geven. Minister Dijkgraaf zei het onlangs in Leiden zo. De wetenschap kan helpen scenario's te schetsen met hun gevolgen. De onzekerheden aangeven. De afhankelijkheden duiden. De feiten zo helder mogelijk brengen. Ook en vooral als het slecht nieuws of een onwelkome boodschap betreft. Einde citaat. Een mooie uitnodiging aan de WRR. Mogelijk was de WRR aanvankelijk te ambitieus. Wat volgde waren vele rapporten die, vaak goed getimed, actuele vraagstukken analyseerden en het denken van politici en beleidsmakers verdiepten. Maar misschien niet de echte toekomstverkenningen waarin botsende belangen op langere termijn zouden kunnen worden overbrugd. Wat dat betreft roept de huidige tijd eigenlijk weer meer om die echt lange termijn verkenningen. De WRR mag voor mij verder weg de toekomst induiken. Ja, je zult soms verdwalen. Ja, de onzekerheid over wat je daar aantreft zal snel toenemen. Mogelijk zal het verwijt komen dat de WRR te ver afstaat van de dagelijkse beslommeringen van beleid maken. Maar de WRR moet losblijven van de zuigende kracht van de modder.
Een helikopterblik biedt de kans om de huidige tijd beter te begrijpen, doordat een horizon, een verdere horizon, in beeld komt. Een mooi voorbeeld daarvan is de recente scenario-studie die de WRR samen met de KNAW uitbracht, getiteld Navigeren en anticiperen in onzekere tijden. Hierin werden scenario's geschetst van hoe COVID zich in de toekomst in onze samenleving zou kunnen blijven manifesteren. Gekoppeld aan een set aanbevelingen over hoe met die scenario's en de onzekerheid om te gaan. Zo kunnen adviseurs bijdragen aan doorbraken. Als denktank van de polder helpen zoeken naar zinvolle consensus door het palet aan beleidsopties te verbreden en de tijdshorizon te verlengen. Tijdrekken dus. Mijn tweede thema gaat over vasthoudend adviseren. In de huidige tijd liggen alle instituties, zeker als ze dicht bij het Binnenhof zijn gehuisvest, geregeld onder vuur. Wat is eigenlijk de legitimiteit van deze adviseurs? Zijn ze niet te veel onderdeel van de macht? Van de Haagse bubbel? Zijn ze wel onafhankelijk? Hoeveel invloed hebben de departementen op de adviesaanvragen en op de uiteindelijke aanbevelingen? Weerspiegelen zij de diversiteit van de samenleving en daarmee van de maatschappelijke perspectieven? Hoe komen zij tot hun agenda? Bij wie leggen ze hun oor te luisteren? Met wie praten ze? Wie evalueert eigenlijk deze clubs en gebeurt dat wel onafhankelijk? Allemaal zeer legitieme vragen die om een hoog niveau van integriteit en transparantie vragen. Alertheid is dus geboden. Des te meer een instituut de nek uitsteekt om de ongemakkelijke vragen te stellen of een politieke taboes te doorbreken, des te vaker de toren van politiek, pers of sociale media zich tot u richt. Wanneer de integriteit van de totstandkoming van de adviezen verzekerd is, is die toren slechts een teken dat u er nog toe doet. Onafhankelijkheid vergt wettelijke waarborgen en die zijn er ook voor de WRR. Maar vergt vooral een cultuur waarin het onafhankelijk denken wordt gekoesterd en beschermd. Ook door de politiek, in de wijze waarop ze met de onafhankelijke adviseur omgaat. Die moet worden gerespecteerd. En waar dat niet gebeurt, is het aan de voorzitter om van zich af te bijten. Zoals de eerste WRR-voorzitter Schenk Kremers dat deed, toen Den Uyl een politieke wens in een WRR-rapport over energiebeleid wilde laten opnemen. Belangrijk onderdeel van die onafhankelijkheid ligt ook in de vrijheid om zelf onderwerpen te agenderen. Die ideeën daartoe ontstaan niet in een isolement, maar in interactie met de samenleving. Wat staat er te gebeuren? Wat hebben de beleidsmakers nog onvoldoende in het beleidsvizier? Wat blijft er onder de radar? Unidentified political object, zoals voormalig WRR-onderzoeker Huub Dijs-Stulbloem het eens noemde. Natuurlijk mogen kabinet en Kamer ook adviezen vragen. Misschien nog even tussendoor. Recent is een motie aangenomen of ingediend in de Kamer die richting de Raad van State zei dat ze geen ongevraagde adviezen moesten uitbrengen. Ook daar zou ik u adviseren, leg die vooral ver naast u neer. Oh, hij is verworpen, hoor ik van de vicepresident. Natuurlijk mogen kabinet en Kamer ook adviezen vragen. Maar of het verzoek wordt overgenomen is aan de Raad zelf. Ook dat kennen wij bij de onderzoeksraad. Zo hebben we na zelfstandige weging besloten af te zien van het gevraagde onderzoek naar het bombardement op Hawija. Bij transparantie hoort ook dat we de beslissing en de bijbehorende afwegingen openbaar maken. Ook de afbakening van het rapport of het advies, de probleemdefinitie, de onderzoeksvragen moet altijd door de onafhankelijke adviseur zelf worden vastgesteld. Evenals uiteraard de inhoud en het moment van publicatie. En het grote voordeel van staande onderzoeks- en adviesorganisaties, geborgd in de wet, is dat hun verhouding tot ambtelijk en politiek Den Haag helder en transparant is. En met de kwaliteit en het gezag dat zij kunnen opbouwen, dragen ze bij aan leren en verbeteren. De WRR richt zich op het regeringsbeleid. Van groot belang is de plicht van de regering om een standpunt over het WRR-rapport openbaar te maken. Ook dat is vergelijkbaar met de werkwijze van de onderzoeksraad. In de Rijkswet op de onderzoeksraad is bepaald dat zowel publieke als private partijen binnen 6 maanden moeten reageren op de aanbevelingen die we aan hen hebben gericht. Het feit dat we die aanbevelingen ook aan private en publieke partijen mogen richten biedt vele voordelen in termen van het bereiken van beweging, van verandering die de veiligheid ten goede komt.
Ik denk dat ook de WRR die vrijheid moet nemen, en Corien sprak er net al over, om de aanbeveling dus niet alleen te richten aan de Haagse beleidsmakers, maar ook tot gemeentes of andere overheden, tot beleidsmakers in Brussel, die steeds belangrijker worden. Maar naast beleid gaat het natuurlijk ook om beleid uitvoeren. Lang niet alle oplossingen liggen besloten in het Haagse beleid. Haags beleid zou wel effectiever kunnen worden als andere maatschappelijke actoren ruimte krijgen en verantwoordelijkheid nemen. Denk ook aan private partijen die steeds meer aanspreekbaar zijn op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het verbeteren van de effectiviteit van aanbevelingen is een thema dat aandacht blijft vragen. Moeten aanbevelingen zich richten op doelen of op middelen? Hoog over en dus makkelijk over te nemen of dwingend en precies? Met het risico dat het blijven nadenken en verbeteren bij de beleidsmakers stokt. Het maatschappelijk gesprek, veel breder dan Den Haag, kan scherpte en daarmee impact zeker vergroten. Het is dan ook zeer goed dat de WRR in het kader van projecten geregeld het land ingaat om te spreken met het veld. Zowel aan de voorkant als in de afronding van de adviezen. Bij de OVV gaan we steeds vaker voor publicatie het gesprek aan met diegenen die mogelijk uiteindelijk een aanbeveling van ons tegemoet kunnen zien. Dat kunnen zoals gezegd overheden zijn, internationale organisaties, maar ook bedrijfsleven. Om onze analyse en aanbevelingen te toetsen met behoud van onafhankelijkheid. In alle eerlijkheid, dat is soms succesvol en soms niet. Work in progress. Als ik terugkijk naar de waardevolle adviezen die de WRR heeft uitgebracht, die ik me nog herinner, dan vraag ik me af of de Raad terugkeert naar haar analyse en aanbevelingen. Het zou goed zijn, gericht, om ze nu en dan terug te keren naar het advies om te kijken wat is er nu daadwerkelijk mee gebeurd. Is het thema nog steeds actueel? Is het geadresseerd en hoe dan? En zo nodig en herhaald of aangescherpt advies uit te brengen om alsnog een beweging te bewerkstelligen. In het recente advies Weten is nog geen doen, schrijft de Raad: vanuit de gedragswetenschappen is aangetoond dat het vermogen van mensen om informatie te wegen en rationele keuzes te maken begrensd is. Maar waarom zou dat bij politici en beleidsmakers anders zijn? Zou een advies over de vraag hoe het doenvermogen van de overheid kan worden vergroot niet een interessante impact kunnen hebben? Wat is daar vooruitkijkend voor nodig? Sommige departementen in Den Haag lijken zozeer opgegaan in een toch wat onduidelijke regierol, dat de wil en capaciteit om rechtstreeks zaken tot stand te brengen lijkt te zijn verdwenen. Totdat een crisis toeslaat. Tot slot mag ik 3 persoonlijke wensen doen voor de frappé toujours agenda van de WRR. Na 30 jaar mestbeleid, toen ik afstudeerde was mestbeleid al een groot issue, na 30 jaar mestbeleid blijken we nog op precies hetzelfde punt te staan als ten tijde van de mestnota van Piet Bukman. U denkt dat ik overdrijf, maar het is echt waar. Een aanhoudende verstoring van de mineralenbalans leidt tot ernstige verslechtering van bodem, lucht en water in ons land. De verduurzaming van de landbouw wordt inmiddels afgedwongen door de Europese Commissie en de rechter. Zou een actualisatie van grond voor keuze om op dat hogere abstractieniveau tot een optimalisatie van landbouw, economisch en ecologisch, te komen, zou dat niet een interessant perspectief bieden? Tweede, ik hoop dat de Raad binnen niet al te lange tijd terugkeert naar het thema van de financiële weerbaarheid. De wereld bij de schuldenberg heeft opnieuw records bereikt. Onze hypotheekschuld is ondanks een aantal beperkende maatregelen na de kredietcrisis weer gaan groeien. De centrale banken stofzuigen alle risico's op, waardoor ons besef van de reële risico's lijkt te zijn afgestompt. Wat zijn hiervan nu de lange termijn consequenties en de beleidsopties? Zeker nu de rente weer begint te stijgen. Ik spreek ook de hoop uit dat de Raad het thema van weten is nog geen doen vasthoudt en verder uitwerkt. Bijvoorbeeld naar het vraagstuk van de alsmaar toenemende complexiteit in onze samenleving. Hoe dit te keren. Wanneer wij nu na het kinderopvangtoeslagschandaal massaal gaan inzetten op maatwerk en differentiatie, maken we de complexiteit dan niet nog groter, met verdere complicaties voor uitvoerende instanties en de individuele burger. Met verder toenemende verschillen in de uitvoering, bijvoorbeeld tussen gemeenten.
De slingerbeweging die de overheid hier maakt in haar omgang met burgers lijkt eerder steeds verder uit te slaan. Welke lessen zijn hier om in de toekomst herhaling te voorkomen? Kortom, het vasthouden van grote maatschappelijke thema's waar de WRR eerder de vinger bij legde en beleidsopties suggereerde, maar waar beleidsinertie of een uitslaande slinger lijkt op te treden, of waar het doelvermogen van de overheid wat extra ondersteuning nodig heeft, is voor de toekomst zeer aan te bevelen. Bij een boekenplank met WRR-rapporten blijft onderhand bereik. Dank u wel. Dankjewel, Jeroen Dijsselbloem. Het is tijd voor de pauze. Ik ga even naar de... We doen precies 15 minuten, dus 42 plus 15 is 57. Ja, ik kan nog hoofdrekenen. Dus ik hoop u terug te zien om 3 voor 3. En dan gaan we beginnen met de co-referenten... die even persoonlijk reageren op de twee lezingen. En daarna hebben we een panelgesprek hopelijk ook met inbreng vanuit u in de zaal en u thuis. Dus nu 3 voor 3 terug in de zaal. Tot zo. Nemen. Ja, heel fijn. Het is natuurlijk in een programma als deze waar een pauze is, zit, moet je waarschuwen altijd de organisatoren. U weet, dat is altijd ingewikkeld. Maar u heeft natuurlijk nu al helemaal na 2 jaar elkaar nauwelijks live te hebben gesproken, natuurlijk allerlei dingen om te bespreken. En wat ik ook heel grappig vind, we hebben deze zaal dus zo ingericht en het aantal genodigden maximaal toegelaten op stoel, leeg, stoel. En u bent nu allemaal daar gaan zitten. Maar goed, dat was dus was echt bedoeld om u comfort te geven. Nou, voor sommigen is het zo en voor sommigen blijkt het ook gezellig te zijn om wat dichter bij elkaar te zitten. Goed. Nou, wij hebben voor allebei de lezingen hebben we 2 co-referenten bereid gevonden over die lezing te reflecteren. En over de lezing van José van Dijk zijn in het midden 2 co-referenten. U ziet daar Semiya Denktas. Zij is hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En naast haar de bestuursvoorzitter van de Universiteiten van Nederland, Pieter Duisenberg. Geef ze even een groot applaus. En aan mijn dicht bij mij ziet u de co-referenten voor de lezing van Jeroen Dijsselbloem. U ziet de bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten, Laura van Geest. En hoogleraar Leiderschap en Organisatieverandering aan de Rijksuniversiteit Groningen, Janka Stoker. Hartelijk welkom. Goed. Ik begin als het met uw permissie. We gaan het gewoon op de chronologische volgorde doen. Ik wil een paar minuten per persoon een paar reflecties met u bespreken. En dan hoop ik een paneldiscussie ook met degene die de lezing hebben gegeven te starten. En met u in de zaal en met u online. En daar komen dan, als er mensen zijn die online wat willen vragen of willen opmerken, dan komt dat hier op het grote scherm voor ons binnen. Goed, dus doet u vooral mee, dan wordt het een nog slimmer gesprek. Vermoed ik met de samenstelling van deze zaal. Goed. Voor de zaal hier zijn er microfonen beschikbaar. Dus dan komt iemand naar u toe als u iets wil zeggen. Goed, mevrouw Denktas. Even de eerste reactie op de lezing van José van Dijk. Deelt u haar zorg over het gebrek aan vertrouwen en haar oplossingsrichtingen vervolgens? Ik deel zeker haar zorg. En deels ook de oplossingsrichtingen, zeker. En helemaal eens? Of had u ook meteen behoefte om kritische kanttekeningen te plaatsen? Nou, ik heb natuurlijk als gedragswetenschapper ook op een andere manier gekeken naar de materie. En ik vond het heel erg verfrissend om haar inzicht als mediawetenschapper te lezen. Maar als gedragswetenschapper dacht ik, aan de voorkant moeten we nog iets meer doen waarschijnlijk voordat we ook in die bubbel terechtkomen. En wat collega Thiemeijer natuurlijk ook heel mooi in zijn WRR-rapport ook heeft beschreven. En een van de mechanismen waarmee menselijk gedrag wordt beïnvloed is ook wie vertelt het verhaal. En dat punt zag ik weer heel erg goed terug tijdens de pandemie. En wat wij zagen is dat eens een deel van die bevolking de informatie ophaalde op social media.
En waarbij dus de mening van wetenschappers en niet-wetenschappers eigenlijk gelijk getrokken werd. En het vertrouwen in de overheid was al behoorlijk laag. Dus dat werd een hele ingewikkelde combinatie. Maar op een goed moment zijn we in Rotterdam gestart. En een van de mensen die het initiatief daartoe heeft genomen, Shakib Sanna, is promovendus van mij, die gingen de markt op. Ja. En zij gingen het verhaal vertellen. En dat was niet in een social media bubbel. Ze gingen gewoon van mens tot mens het verhaal vertellen. Nou, echt naar het dorpsplein. Ja, naar het dorpsplein. En het waren mensen die herkenbaar waren voor de mensen die in die bubbel terechtgekomen waren. Maar ook met gezag. Dus zij vertelden het verhaal en ze werden geloofd. Want wij zaten met een team onderzoekers in de gymzaal om vervolgens vragen te stellen aan de mensen die daarvoor hadden besloten zich niet te laten vaccineren. Na het gesprek met de dokter op de markt naar binnen liepen, zich lieten vaccineren. En ze toch 15 minuten moesten wachten. En wij dan dus gewoon even een vragenlijst konden afnemen. En daar kwam natuurlijk heel duidelijk naar voren dat het gevoel van nabijheid en wie vertelt het verhaal op dat moment heel erg belangrijk is geweest in die besluitvorming. Ja. Dus mijn pleidooi is dus ook naast het proberen het enigszins te reguleren van wat er gebeurt op die platforms, is ook na te gaan, wie vertegenwoordigen we nu in die instituties? Wie zitten daar om het verhaal aan iedereen te vertellen? Of is het maar een deel van de bevolking die wij bereiken? En dat werkt door. En die doorwerking hebben we heel duidelijk gezien in de pandemie. Ja, en onderschat ook het belang van het traditionele dorpsplein niet. Ook juist om in gesprek te gaan met die samenleving. Zeker. Ja. Ja. Je zei, het gaat eigenlijk, als gedragswetenschapper gaat u eigenlijk vooraf aan voordat iemand in een bubbel belandt. Zegt u, daar moeten we ook naar kijken. Betekent dit iets voor ook de werkwijze van instituties zoals de WRR? Ja, dat vind ik wel. En met de collega Engbers hebben we het daar ook over gehad. En wat je ziet is dat we in de wetenschap soms ook wel de neiging hebben, en dat zien we natuurlijk, u weet dat misschien niet, maar ik ben ook de Chief Diversity Officer van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dus ik kijk ook met die bril. Hoe zijn onze teams samengesteld? En welke vragen stellen we dan? En er is een gevaar dat we bepaalde vragen gewoon niet stellen. En bepaalde groepen gewoon niet onderzoeken. En dat betekent dat zij dus dat soort inzichten dus niet in die WRR-rapporten terechtkomen. En dus dat advies ook niet naar de regering gaat. En er dus misschien ook geen beleid over gemaakt wordt. Dat soort effecten, directe effecten, ken ik heel erg goed van gezondheidsonderzoek. U kent wellicht de voorbeelden van het onderzoek, het medicijnonderzoek, wat alleen op mannetjesmuizen wordt gedaan. En dat werkt door. Dat we bepaalde symptomen bij vrouwen daardoor gewoon niet meer herkennen. Datzelfde kunnen we natuurlijk ook voor het sociale domein bedenken. Dus wat je niet vraagt, dat onderzoek je niet, dat weet je niet, en je maakt er dan dus ook geen advies of beleid voor. En dat is natuurlijk wel een gevaarlijke doorwerking. En ik weet dat ze bij de Raad daar ontzettend veel aandacht aan besteden. Maar mijn advies zou zijn, mijn wens zou zijn om daar de komende jaren in de compositie van de Raad ook meer aandacht daarvoor te hebben. Precies, mooi. Ook al richting, ik vind het leuk dat dit gesprek ook hopelijk echt leidt tot een aantal ideeën of suggesties voor de werkwijze van de WRR. Of voor de, zoals de voorzitter al zei, de agenda, de werkwijze en aan wie het geadresseerd is, het onderzoek. Meneer Duisenberg, Josef van Dijk wijst echt op die risico's van social media en digitalisering. Nou heeft u natuurlijk, u bent en nu de vertegenwoordiger van de universiteit, maar u was natuurlijk ook parlementariër. Ziet u ook kansen voor social media? Ja, dus ik moet zeggen dat, want ik herkende ook veel in het verhaal, maar ik moet ook wel een beetje weer mezelf in het positieve trekken. Mm. Dus je wordt bijna somber als je het hoort. Dus, en ik heb zelf heb ik ook een beetje, als ik het verhaal zo hoor, dat ik dan de beschrijving hoor van wat was het, de netwerksamenleving. En het lineaire. Dat ik bijna denk, oh, wat was die lineaire, was dat fijn, die lineaire samenleving. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Dus, maar er zitten enorme kansen in. En ja, het is natuurlijk voor wetenschap en voor onderwijs, als ik even dat perspectief pak,
Is die hele ontwikkeling, dus de hele digitalisering en de ontwikkeling van platforms is gewoon cruciaal. Wat voor vlucht dat geeft aan kennis. We hebben natuurlijk nu met corona heel praktisch gezien dat we het onderwijs door konden laten gaan dankzij al die platforms. En komen zo op de nadelen. Maar ook als je denkt aan wetenschap, hoe de kennis over de wereld gaat met open science. En dus hoe de kennis wordt gedeeld, ja, en delen is vermenigvuldigen. Dus er zit een enorme kans in. Is hier dan maar je moet wel doen wat... Is hier sprake van een... Niet zozeer u, want toen ik u sprak van tevoren zei... ik ga dit even checken bij mijn kinderen. Ja, heb ik gedaan. En? Ja. Want ik dacht van... misschien is het wel omdat ik 50-plusser ben. Dat u die lineaire zo lekker vindt. Ja, dat ik dat zo lekker vind. En? Nou, nee, eigenlijk... dus even mijn onderzoek NS3... Oké. Dat zullen deze wetenschappers op hun merites beoordelen. Ja, precies. Ja. Daarom zeg ik het bijvoorbeeld dat erbij. Dus maar ik vond het was een heel leuk gesprek. Van hoe doe je dit nou? Wat heb je ermee te maken? En ja. Dus zij begonnen ook. Het eerste woord wat opkwam in de eerste zin was clickbait. En zij, dus even op basis van mijn NS3. Want ik dacht van misschien, ik dacht vooraf van ja, misschien gaan zij er heel anders mee om. En zijn ze er heel comfortabel mee. En zeggen ze ja, papa, dat is allemaal onzin. Want we kijken gewoon ook daar en we doen dat en dat. En alsnog kunnen we tot een goed oordeel komen. Nee, ze zijn even NS3. Zij zijn clickbait. Ze gaan op schreeuwerige koppen af. Ze worden op basis van algoritme worden ze benaderd. Dus dat is wat ze zien. En hun tijdspannen en span of dus hun attention span is zo kort dat ze niet de tijd nemen ook om bijvoorbeeld alternatief onderzoek te doen. En ik heb toen met hen ook gehad van ja, wat kan je daar verder aan doen? Nou, ze zijn dan, ze proberen dan wel, hangt een beetje van het kind af, maar. Te kijken van, hè, er zijn tegenwoordig, hè, dus al bijvoorbeeld NRC heeft een blog wat kort nieuws is, maar dat was een ding wat genoemd werd. Er werden bepaalde podcasts genoemd die wat spannender waren, maar wel informatief. Dus dat soort zaken die zouden dan helpen. Maar het was ook een reflectie op onszelf als universiteiten, want kritiek die ik meteen kreeg was van, ja, maar jullie behandelen ook te weinig de actualiteit bijvoorbeeld in de colleges. Ja. Dus nou, okay. Goed. Hoe oud waren uw kinderen voor dan? Allemaal studerend. Precies. Tussen de 19 en de 14. Dan hoop ik dat ze met die korte concentratie toch nog hun academische carrière een beetje kunnen. Ja. Jesse, Van Dijk, u wilde reageren. Ja, nou, ik geef toe, hè, je zou een soort negatief beeld kunnen overhouden. Maar ik heb ook nadrukkelijk gewezen op de hele positieve gebruiken, hè, van sociale media. Bijvoorbeeld het burgerwetenschap, wat we nu heel veel met de telefoon doen. Meten van CO2 bijvoorbeeld in de lucht. Er zijn fantastische projecten, ik kan er zo een aantal noemen, die met behulp van sociale media gedaan worden, waar hele positieve dingen uitkomen. En het tweede is, en daarom vind ik het wel leuk dat je op de kinderscharen van NS3 wijst. Ik denk dat daar ook een heel grote opdracht ligt. Om daar ook, u noemde dat... Aan die generatie. Om aan die generatie mee te geven hoe je daarmee om kunt gaan. Ja, we gebruiken vaak het hele brede term van digitale geletterdheid, mediageletterdheid. Maar daar begint ook wel wat door te dringen. Dus ik denk ook dat het een van onze opdrachten is ook om dat aan de jonge generatie door te geven. Maar ik denk wel vooral het is niet alleen dat sociale media faciliteren op een heel dwingende manier, maar dat er ook gebruik van kan maken. Ja, ik hoef maar op de situatie in Oekraïne van de afgelopen weken te wijzen. En in Nederland, allerlei hulpbewegingen die op gang zijn gekomen, juist door sociale media, om te laten zien wat ook de kracht ervan is. Ja. Ik ga straks nog wel wat langer in hebben over het verschil tussen publieke en private social media. Want het pleit natuurlijk eigenlijk voor een digitale publieke sfeer. Ja. Daarin is natuurlijk, dat is natuurlijk juist het verschil met die social media zoals we die nu hebben georganiseerd. Daar gaan we straks even wat langer over praten. Maar ik wil eigenlijk, omdat ik denk dat het een heel logisch gesprek is als jullie alle vier in dit gesprek meedoen, plus de twee gevers van de lezingen. Dus ik wou even naar mevrouw Stoker. Wat was dus uw eerste reactie op de lezing van meneer Bijsselbloem? Wat viel u meteen op? Twee dingen. En die waren uit het hart gegrepen. Eén was zijn oproep om misschien nog wel meer te kijken naar de lange termijn en het verhaal. En twee, ook uit mijn hart gegrepen, de uitspraak dat het goed zou zijn als de Raad na 1 of 2 jaar zou reflecteren op de wijze waarop haar advies is ontvangen. Ik lees het even voor, want ik had zijn verhaal van tevoren gelezen. En beide
ben ik het heel erg mee eens. En ik vind ook dat dat heel essentieel is voor instituties zoals de WRR. Ja, nou, dan bent u hoogleraar leiderschap, hè? Waarom is een langetermijnvisie nou belangrijk voor goed leiderschap? Nou, het was leuk dat we Mark Rutte zagen. Ja. Want die heeft volgens mij de afgelopen 10 jaar... Daarom vroeg ik dat ook, ja. Dus ik zal de olifant dan maar even benoemen. Ja. Ik was nogal verbaasd. Ja. Omdat het ook de man is die gezegd heeft dat hij niet van de visies is. Nou, maar hij gaat wel van 1 keer in de week naar 2 keer per jaar. Dus ik ben niet bij die gesprekken. Toen moet je als wetenschapper meteen... Hè, dus ik weet niet wat daar besproken wordt. Het is ongetwijfeld zo dat hij daar heel geïnteresseerd is tegelijk. De boodschap dat een visie alleen maar dingen in de weg staat en dat we op aarde zijn als politici om problemen op te lossen, en dat kan je in een crisistijd overigens ook makkelijker doen. Hè? En het heeft hem ook nu weer een kabinet gegeven, dus het lijkt haaks op elkaar te staan. Tegelijkertijd, als je kijkt naar, maar goed, dan wordt zonder nou meteen een heel politiek verhaal dit te laten worden, maar als je kijkt naar wetenschappelijk, maar de wetenschap en politiek hebben niet veel met elkaar te maken. Het is jammer dat de minister weg is. Want wetenschap is ook sociale wetenschap. Maar ik dwaal af. Wat je natuurlijk ziet is dat het belang van een verhaal... juist ook in onzekere tijden echt alleen maar groter is. Hè? En je ziet natuurlijk ook dat bepaalde partijen nu steeds kleiner worden. Je ziet ook dat op de flanken zeg maar mensen heel makkelijk... met bepaalde verhalen wel de kiezers weten te trekken. En als je kijkt naar een aantal ontwikkelingen ook in het buitenland... Hè, dus Take Back Control van Johnson, Make America Great Again... dat zijn verhalen die grijpen terug op het verhaal van vroeger. En de wetenschap zouden zeggen dat is niet de oplossing. Tegelijkertijd, een verhaal is wel heel erg belangrijk om mensen... een soort van houvast te geven. Of de premier nou leuk vindt of niet, dat is wel heel belangrijk. Dus dat is volgens mij één, hè? Dus, ja. En twee, want dat gaat over het tweede punt. Leiders en managers, of nou politici zijn of mensen in bedrijfsleven, houden vooral van strategie en beleid en niet van evalueren. Dat is heel vervelend, maar wel ook wat mij betreft heel schadelijk. Dus het is veel makkelijker om een nieuwe strategie te verzinnen of om een nieuw beleid te verzinnen. Het is ook veel leuker, het is uitdagender, het is spannend. En tegelijkertijd is het zo dat het ons heel weinig brengt op het moment dat we niet evalueren en leren en aanpassen. En ik vind dat, en ik snap dat je zegt, wij zijn van het beleid, dat je dan zegt, wij zijn niet van de evaluatie. Tegelijkertijd, als je het hebt over impact, dan zou ik zeggen, dan gaat het niet om hoe vaak je project is gedownload, maar uiteindelijk of je beleid effect heeft gehad. En ik vind eigenlijk dat daar wel echt een opgave ligt van de politiek. Dus echt uiteraard niet alleen maar van de WRR, maar dat daar een veel grotere opgave voor ons ligt dan dat we nu doen. Ja, en dat gaat dan even over beleidsevaluatie en leren van wat je hebt gedaan en niet gedaan hebt en wat de effecten daarvan zijn. Maar voor de WRR riep Jeroen Dijsselbloem natuurlijk ook op om voor een deel adviezen af te stoffen en eens actueel te maken. Hè? Zoals het rapport van Rabbingen over de landbouw. Ja, maar dus het zuur is eigenlijk ook dat we het moeten afstoffen. Hè? Dus je kan ook zeggen, het is heel fijn. Hè? Oh, we hebben 30 jaar geleden het ook over die mest gehad. Tegelijkertijd, ik word er ook een beetje verdrietig van. Dan zijn we dus helemaal niets opgeschoten. Ja. Dus alleen maar afstoffen. Ja, je kan ook zeggen, we hadden toen misschien scherper moeten zijn op dat er echt iets mee zou gebeuren. Ja, precies. Mevrouw van Geest. Meneer Dijsselbloem begon met een hele lijst van rapporten die hem... Boekenkast, ja. Ja, gewoon heel... Ze had het eigen plaatje volgens mij ingelinkt, ook van zijn eigen boekenkast. U heeft ook lang in Den Haag gewerkt. Welk rapport van de WRR staat u nog het meest bij? Weten is nog geen doen. Ja? Waarom? Nou, om twee redenen. Nou, het staat me nog steeds bij, omdat juist bij de AFM natuurlijk gedragswetenschap heel belangrijk is. Want wij zijn juist bezig met dat die consument niet rationeel bezig is. Dus hoe kunnen we zorgen dat hij niet verleid wordt tot het verkeerde? Dus dat is een reden waarom het bijstaat. Dus dat heeft ook voor uw huidige werk bij de AFM? Ja, het is nog steeds relevant. Het was natuurlijk, denk ik, een mooie manier voor al die mensen die in Den Haag een beetje bezig waren met gedragswetenschap, om een hele mooie taart te hebben waarbij ik kon zeggen, kijk, wij zeggen het niet alleen, ook de WRR zegt het. En dat was heel goed gedaan. Dus dat vind ik inhoudelijk een heel mooi onderwerp. Ik vond het ook heel leuk omdat de Raad daarbij op dat moment bij de presentatie ook een beetje zelf nadacht over gedragswetenschap. Want dit was in mijn beleving althans voor het eerste keer dat een WRR-rapport niet zo'n bijna in leer gebonden boek was wat in de kast werd gezet. Zo zagen ze er uiteindelijk niet uit, maar dat was altijd mijn beleving. Heel erg dik en onleesbaar eigenlijk ook. Maar dit was een... handzamer en bovendien ook voorzien van infographics. Dus toch een beetje modern. Goed, het waren nog geen social media, maar wel modern gedaan. En daarmee gaf de Raad ook een beetje blijk van het feit dat gelijk hebben nog niet hetzelfde is als gelijk krijgen. En men toch een voorzichtige poging wilde doen om daar wel wat dichterbij te komen. En dat is voor iemand die
denkt dat onderzoek belangrijk is, maar vooral om te zorgen dat er iets verandert in beleid, ja, is dat wel een heel belangrijk aspect. U zag daar eigenlijk een soort voorzichtige transformatie of in ieder geval positieverandering van de WRR, wat ze doen met hun rapporten. Ja, ik dacht net iets minder erudiet en chic, wat jullie natuurlijk ook zijn. Maar ook iets praktischer voor het publiek waar je dan ook voor een deel toe richt. Dus dat vond ik wel zo heb ik dat wel een beetje ervaren. Dat zou ook wel mijn uitnodiging zijn naar de WRR om dat te blijven doen. Want Nou bent u een van het Centraal Planbureau directeur geweest. Ja. En dat staat natuurlijk in dat ecosysteem in hetzelfde als met de WRR. Die adviezen, toen ik het opschreef moest ik heel erg lachen dat in 72 plannen zo centraal stonden. Nou, u was al veel eerder opgericht als instituut, hè? In ieder geval het CPB. Maar wat is er nou zo belangrijk aan instituties als deze die onafhankelijk advies mogen geven aan de Haagse vierkante kilometer die Jeroen Dijsselbloem beschreef? Wat is het belang? Nou ja, ik denk zelf dat het heel belangrijk is dat je toch beleid probeert uit te voeren wat enigszins onderbouwd is. Ja. En de kans dat het werkt neemt toe als het onderbouwd is. En daar heb je instituties voor nodig en kennisinstituten voor nodig. Ja. Ik vond zelf in mijn ambtencarrière, is mij altijd opgevallen als je met mensen uit het buitenland spreekt, dat zij dat eigenlijk of veel minder hebben, of het is allemaal partijpolitiek daar ingericht. Want dat zijn het hele grote instituut. Het Duitse instituut van de Socialistische Partij is al groter dan alle planbureaus bij elkaar. Maar even en dat is er maar één. Hè? Dus dat is in Nederland echt heel goed neergezet. Ik heb mezelf ook altijd wel afgevraagd, als ik dan vraagjes hield over het planbureau. Ja, waarom dan eigenlijk? Dus ik heb er eigenlijk twee theorieën voor. Eén is, Nederland is zo'n calvinistisch land, dus we doen gewoon netjes hoe het hoort. En de andere is, Nederland was een verzuild land. En als je in het buitenland bent, dan wordt de raming gedaan door het ministerie van Financiën. Maar dan heeft alleen die partij de kennis. Als je in Nederland een verzuild land hebt, dan heeft de ene keer de Partij van de Arbeid die kennis en de volgende keer het CDA. Maar misschien toch prettiger dat niemand dan een voorsprong heeft, maar dat je wel altijd toegang hebt. Dus je zet die dingen neer bij een onafhankelijk, neutralige clubs. Nou, en in dat kader vind ik ook de WRR passen. Het is gewoon een element in het beter onderbouwd beleid in Nederland. Ik vond het grappig dat heel veel mensen het hier hebben over de visie. En ik heb het eigenlijk meer over, werkt het beleid ook? Dus ik ben misschien wat meer platvloers, maar minder de visie, minder de eruditie. Maar meer van, kan het ook ons verder helpen? En als ik eerlijk ben, is dit ook wel het punt waar ik dan nu ook weer wat zorgelijk over ben. Dus in de school hier zo, en ben ik behoorlijk meer tot de wat zorgelijke school van José. Want en eigenlijk ben ik het ook wel eens met Jeroen dat het met het doenvermogen van de overheid misschien niet super gesteld is. Maar ik denk dan eigenlijk terug aan het rapport van de commissie, waarbij werd gezegd, in tijden van stress, bij grote live events, je wordt werkloos, je partner overlijdt, iets anders, dan gaat het helemaal mis in dat bolletje en dan komt er niks van terecht. En ik denk dat de overheid daar, al dan niet gestimuleerd door sociale media, nu last van heeft. De neofrontale cortex is afgesloten. Dat is mijn vrees. Dat is niet een pleidooi om alle social media down te doen, precies, zoals in Rusland. Maar het is wel een feit waar we wel weer aan mee om moeten gaan. En dat is wel mijn punt van mijn belangrijkste punt van zorg. Want ik denk, we kunnen het grootste gevaar van de instituties waar we hier over praten, is niet dat hun onafhankelijkheid wordt bedreigd. Want daar heb je gewoon goede voorzitters voor, zeg ik altijd. Maar dat ze irrelevant worden gevonden. Ja. En dat is een veel groter bedreiging voor dit soort instituties. Nou, en nu hebben we een analyse gemaakt van het belang. En we hebben al een paar in de lezingen al een paar oplossingsrichtingen gepresenteerd gekregen. Een aantal van u geeft dat ook al. U geeft vooral nog nu het zorg. De vraag is, hoe komen we eruit? Hè? Of hoe zorgen we ervoor dat die relevantie wel degelijk blijft? Kunnen we daar iets voor bedenken? Maar ik ga nu ook de zaal uitnodigen om mee te doen. Dus als u denkt, ik moet echt nu wat zeggen, dan mag dat. Moet ik iets meer zaallicht hebben, zodat ik ook kan zien wie dat is. En dan zijn er dus mensen met een microfoon die meedoet. En als u thuis iets wil doen, dan kunt u dat intikken. En dan krijg ik dat blijkbaar hier op het scherm te lezen, alle sprekers. Jeroen, even een reactie op deze twee mensen die jouw lezing goed bestudeerd hebben, vooraf al. Ja. Nou ja, met zulke co-referenten mag je jezelf weer gelukkig prijzen. Laura maakt wel een punt om erover na te denken. Van in mijn speech is dat een beetje dubbel. Van eigenlijk moet de WRR wat verder vooruit durven te kijken. Toch, iemand moet nog nadenken over visie als de politiek het niet meer lukt. Maar ik ben ook wel heel erg gewoon van, kunnen we het eigenlijk wel uitvoeren? Ja. En eigenlijk zit mijn grootste zorg ook op dat laatste punt. Ja, dus er zit ook een politiek element in, wil je het eigenlijk wel?
He, dus dat mestbeleid, daar word je inderdaad tamelijk gedeprimeerd van. Want ik overdreef echt niet. We zijn niks opgeschoten. Het probleem is nog even groot. Maar er zit natuurlijk ook een element in. Willen we eigenlijk wel doorbraken? Willen we wel keuzes maken? Want ja, dat zal toch echt nodig zijn. En nu weer, want nu liggen daar wel heldere doelstellingen. We gaan het doen. Ik dacht, dat heb ik eerder gehoord. Er is nu ook geld, dat is nieuw. Maar nu nog. Hoe doe je dat dan? Hoe dan? Ja. En dan kom je weer in hetzelfde dilemma. Wil je het eigenlijk wel doen? Ja. Maar heeft het gaat het ook dan heel zin? Dus niet alleen over de vraag. Ja. Vervolgens hebben we een uitvoerende dienst die het kan doen. Let's hope so. Ja. Maar dat heeft ook gewoon te maken met. In dit voorbeeld wil de Rijksoverheid echt. En soms ook dwingend. RO-beleid voeren. Ja. Dat is natuurlijk ook een hele lange periode geweest. Dat. Nou ja, in ieder geval de meerderheden dat eigenlijk niet meer wilden. Nou, we hebben hem nu weer terug, een officiële titel in ieder geval. De M is verdwenen, maar er is nu wel weer volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. In een titel van de minister. Nee, even hierop doorgaand, want dan zeg je, doe dat rapport over Van Rabbingen. Want hij is nog steeds 30 jaar later actueel. Maar die kennis hebben we dus al. Dus je moet het misschien opnieuw eventjes om dat korte termijn geheugen. Of in ieder geval die wisseling van die macht, die zo, wat u ook goed beschreef hoor. Halvering van de ambtstermijn van Kamerleden. Dus je moet die kennis weer even op het netvlies. Maar er hoeft geen nieuwe kennis ontwikkeld te worden, of wel? Nee, op zichzelf. Nee. De methode is waarschijnlijk nog steeds wel goed. Precies. Maar het rapport deed eigenlijk twee dingen. En daarom was het wel een mooi voorbeeld. En nu gaan we het weer doen. Hè. We gaan nu het mestprobleem proberen op te lossen. Bijna op bedrijfsniveau. Ja. Dit bedrijf ligt op de verkeerde plek. Ja. Dat bedrijf naast moet weg. En dan gaat de discussie, gaat er nog over? Gaan we hem dwingen dat hij daar weg moet? Ja, of is het vrijwillig? Ja. Dat Grond voor Keuze, WRR-rapport, pakt een heel ander perspectief. Die pakte voor Nederland en zelfs voor Europa het perspectief. Moeten we niet veel meer optimaliseren naar wat kunnen we nou het beste waar doen? En later is dat de agrarische hoofdstructuren, dat soort termen zijn erin gekomen. Wat eigenlijk ook betekent, ja, weet je, op bepaalde kleisoorten kun je beter andere dingen doen dan op de zandgronden. Maar dat vergt een ander perspectief. En dat vond ik het kracht van dat rapport. Ja. In plaats dat je zit te micromanagen, optimaliseren op heel klein niveau, wat nu weer dreigt te gebeuren. Okay. Durf eens even een groter perspectief te nemen. We gaan naar een andere schaal. Je zegt dus, de boodschap van dat beleidsadvies, dat is nog steeds urgent en belangrijk, afstoffen. En dan het tweede aspect van uw interventie, namelijk dat doenvermogen van die overheid. U zegt, ja, daar hebben ze misschien wel een beleids- of een uitvoeringsorganisatie waar u vraagteken bij stelt. Maar willen ze het wel? Kunnen adviesorganisaties of instituten als de WRR daar een rol in spelen? Mijn enige punt daar was, ga niet alleen weer nadenken over het beleid. Ja. Denk ik al snel aan geld en regels, ja, en stimulans, et cetera. Maar ook nadenken over de uitvoering. Hmm. Dat blijft natuurlijk in Den Haag echt moeizaam. De debatten in de Kamer, Pieter weet het als geen ander, de commissie Rijksuitgaven. De aandacht in de Kamer voor uitvoering is heel beperkt. Ja. Eigenlijk de meeste aandacht van bewindslieden voor uitvoering is ook heel beperkt. Ja. Vanuit financiën moest ik altijd bevorderen dat alle begrotingsartikelen één keer in de zoveel jaar werden geëvalueerd. Nou, moeizaam. Nee. Die departementen, moet dat weer? Janke, kom maar. Ja, wil regelen. Nou ja, nee, maar goed, dit is natuurlijk wel precies het pijnlijke volgens mij. Dus enerzijds zit het in implementatie, hè, dus in veranderkundige termen. Dus je hebt een goed idee en dan moet je het implementeren. Maar het implementeren is al moeilijk. En dan daarna dan nog überhaupt te gaan zeggen, hebben we het nou goed gedaan? Dat is dan ook een hele pijnlijke vraag. Dus die... Ja. Willen we dan misschien liever wel niet stellen. En daar komt dan bij, en dat heeft volgens mij met het Josea-verhaal weer te maken, dat de heigerigheid en de snelheid en het willen scoren. Je scoort natuurlijk nooit met implementatie en evaluatie. Nee, dat is echt verschrikkelijk. En er zit ook een andere kant aan. Daar hebben wij bij de onderzoeksraad last van. Dat als we dan een keer zeggen, ja, dit is misschien toch niet briljant gedaan, dit zou beter kunnen. Afstraffen. Dat het onmiddellijk terechtkomt in van politieke verantwoordelijkheid, hoofd moet eraf. En dus ook kramp bij de betrokken bestuurders. Die zeggen, kan je dat niet zo formuleren? Ja, precies. Jongens, een beetje ontspannen met elkaar. Dan kunnen we ook gewoon zeggen, nou, sommige dingen zijn gewoon niet zo goed gegaan. Maar het kan echt beter, bijvoorbeeld. Eerst willen nu allemaal wat zeggen, dus dat is heel goed. Ja. De eerste die dat zei was Duisenberg en dan mevrouw Van Geest. Ja, Pieter. Ja, je vroeg net van, is de kennis er al? En ik denk inderdaad dat heel veel van de evidence er al is. Maar dus in het verhaal van José, dus werd ook de tweede deel was ook van hoe kun je meer impact hebben. En daarvan, dus dat is waar universiteiten mee zitten, maar dat is natuurlijk ook waar de WRR mee zit. Van hoe doe je dat dan?
En ik werd laatst vanuit een onderzoek wat vanuit de NSOB werd gedaan. Dat ging over een van de instituten hier vlakbij. Wat is het, 50 meter aan de overkant. Van hoe kunnen wij meer impact hebben? En er werd ook gekeken van kunnen we dat dan doen met Twitter en zo. Ik zei, alsjeblieft niet, blijf zo saai. Blijf zo saai. Dus je moet... maar die impactpaden, die moet je denk ik... Ik denk dat het een opgave is om dat met elkaar te organiseren. Dus dat moet niet alleen maar een opgave zijn voor de WRR of voor de universiteit apart. Je zou eigenlijk met elkaar om de tafel moeten zitten met die oude spelers van dus het oude dorpsplein. Ja. Om te zeggen, hoe kan ik nou zorgen dat die impact er ook gaat komen? Neem even het voorbeeld van de Tweede Kamer. De evidence is er, maar het absorptievermogen is er niet door de heigerigheid en... Maar het is ook puur een kwestie van hoe je het organiseert. Ze hebben nu net weer de commissie Rijksuitgaven weer opnieuw geïnstalleerd. Nu moeten ze nog zorgen dat Kamerleden daar ook naartoe gaan. Ja, überhaupt lid van willen worden. Dat ze erin willen. Geen zin in, saai. Dat ze daar dus tijd aan besteden. Ja. Ze kunnen ook in hun structuren dingen veranderen door bijvoorbeeld te zeggen... we gaan de termijn van beleid gaan we naar 10 jaar of naar 15 jaar. Dus langere termijnen in hoe er gesproken wordt in debatten... ze kunnen ook in het... En daar kan overigens de media, de massamedia, ook bij helpen. Ja. Het wat erkennen en waarderen van Kamerleden... Die meer op die inhoud zitten en minder op de voorpagina van de Telegraaf. Is het risico dat natuurlijk met aandacht twee... geven. Dus we kunnen het met elkaar organiseren. Zeker. Met twee ex-politici die ook... dat we vooral reflectie hebben over het dysfunctioneren... of het moeilijk functioneren van politiek. Hè? En het is het symposium van 50 jaar WRR. Daar mogen we natuurlijk even aandacht aan besteden. Maar ook misschien is het niet... Moeten we het ook eventjes kijken over wat de WRR daar dan aan kan doen. En als dat niet zo is, moeten we het misschien bij een ander beleggen. Hè? Ik bedoel, André Bosman rapport, zou ik zeggen tegen iedereen in de Kamer... Lees dat rapport over uitvoering. Sarah. Nou ja, misschien om nog een andere manier naar te kijken. Volgens mij wordt er enorm veel geëvalueerd. Dit is weliswaar zorgen en zo, weet ik als DG Rijksbegroting... dat we dragen van de minister toen, om dat voor elkaar te krijgen. Maar aan de andere kant, er wordt heel veel geëvalueerd. Elke subsidieregeling moet elke 5 jaar worden geëvalueerd. Elk begrotingsartikel moet worden geëvalueerd. Er zijn IBO's. Aan evaluaties geen gebrek, aan relevantie... Daar is volgens mij het probleem. Dus als ik een oplossing zou zoeken, zou ik het meer daarin zitten. Dit is de sombere kant. De meer opgewekte kant, zeg maar, de manier waarop... In ieder geval toen ik bij het CPB zat, we heel vaak naar beleid keken... zeiden gewoon, we verzinnen gewoon heel veel... We kijken naar wat uit onderzoek komt, wat zou kunnen werken. En dat bieden we altijd aan. Dat was ook een beetje het idee van de IBO's. We bieden gewoon allerlei producten aan. En ja, de ene periode wil men A kopen, heeft men belangstelling voor dit deel van de kramen. Er wordt veel fruit gekocht en de volgende keer zijn het gewoon aardappelen. Maar als iedereen nou zo nu en dan wat daarvan koopt, komt het toch wel verder. En dan is de uitdaging voor clubs als de WRR of voor andere onderzoeksinstituten... is om te zorgen dat je goed bevoorraad bent met de relevante producten. En dat je het ook niet erg vindt dat je soms dingen... tot ziek vinden wetenschappers heel vreemd. Herhalen. Ik heb het al een keer verteld. Ja. Moet ik het nou nog een keer opschrijven? Ja, helaas. De marketing vertelt 3 keer vertellen. Minimaal. En het is ook helemaal niet een schande. En daar wil ik de WRR overigens nog wel voor complimenteren. Want volgens mij toen er... met migratie een issue was. Toen hebben volgens mij de WRR en het SCP samengezeten en gezegd... Goh, wat hadden wij nou ooit allemaal uit onderzoek opgedrecht? Laten we dat nou eens herhalen. Alzaam bij elkaar zetten en aanbieden. Dus dat zijn ook manieren om wel meters te maken. Wat niet betekent dat ik niet bezorgd ben over de heiligheid van de politiek... maar dat hebben we nu geconstateerd. Ja, wat denk dat? Ja, nou... Weet je, aanhakend op wat er nu allemaal gezegd wordt... die heigerigheid aan de kant van de politiek en beleid... die zien we natuurlijk ook terug bij op universiteiten... en misschien ook wel bij de WRR. Want wat je ziet is dat wij natuurlijk als wetenschappers... ook op een bepaalde manier afgerekend worden op wat wij doen. Dus dat betekent dat we met verschillende snelheden aan projecten gaan zitten. Dus als wetenschappers, nou die worden dus op binnen de WRR... werken natuurlijk ook wetenschappers van de universiteiten... en beleidsmakers. En wat we een aantal jaar geleden hebben gedaan... precies om dat punt van... wij leveren toch een rapport aan en nu moeten we het doen, beleidsmakers. En vaak kwamen ze terug met, ja, maar dan hoe? Hoe past dit nu? Hoe maken we deze resultaten? Hoe maken we dat nou passend? En toen heb ik een aantal jaar geleden ben ik naar Londen gegaan. Ik heb daar kennis gemaakt met leden van de BIT, Behavioral Insights Team. En toen heb ik gezegd, nou, wat zij doen, dat kan ik ook in Rotterdam. Ik ben met de gemeentesecretaris gaan praten. Toen zei ze, ja, laten we dat doen in Rotterdam.
En toen heb ik een team samengesteld met zowel beleidsmakers als wetenschappers. Want wat ik zag is dat wij andere doelen dienen en zij andere doelen dienen. En we doen aan de voorkant alsof we dezelfde doelen dienen. Precies. Maar dat is niet zo. Want op het moment dat wij klaar zijn met onze met het proefschrift, zeggen we alsjeblieft. En nu doe er iets leuks mee. En vervolgens zeggen we over 4 jaar... Na gelijksoortig onderzoek zeggen we, nou, we hadden toch 4 jaar geleden ook verteld. 10 jaar geleden ook verteld. Dus ik denk dat een deel van de oplossing zit in het zoeken naar andere methoden. Als we blijven doen wat we al de afgelopen 50 jaar hebben gedaan, dan zul je zien waarschijnlijk dat we de komende 50 jaar... weer dezelfde resultaten gaan boeken. Dus we moeten naar andere methoden gaan kijken. Ik denk voor een deel action-based research, waarbij je dus verschillende teams samenstelt die in de praktijk, in die context van het beleid, samen gaan werken aan de hoe-vraag en dat ook gaan evalueren. Zodat je kunt zien of je daadwerkelijk iets kunt veranderen. Want weten is nog geen doen. Dat geldt ook voor wetenschappers en dat geldt ook voor beleidsmakers. Nou goed, iedereen heeft doenvermogen, beperkt doenvermogen. Die meneer wil al heel lang wat zeggen. Gaat u even staan? Ja, precies. Ja, goed zo. Mijn naam is Maarten Prak, ik ben historicus en ik wilde graag naar aanleiding van het gesprek hier 2 dingen zeggen. Ja. Ten eerste denk ik dat je moet beseffen dat de aard van de Nederlandse politiek maakt dat het regeringsbeleid nooit ideologisch kan zijn. En dat heeft te maken met het verzuilde karakter van de Nederlandse politiek. Die is tijdens verkiezingstijd ideologisch gedreven, maar daarna komen de compromissen. Ja. En dus heb je instellingen als de WRR en het CPB nodig om de visies aan te leveren die de regering zelf eigenlijk niet kan formuleren door die specifieke compromissituatie. Nou, en vanuit die achtergrond zou ik zeggen dat de suggestie van Dijsselbloem om meer te gaan evalueren een hele belangrijke is. Maar dan zou ik niet gaan evalueren wat is de impact van ons rapport geweest, maar wat is nou precies de achtergrond dat dat mesbeleid, ondanks al die aanbevelingen, toch niet veranderd is? He, dus de echte vraag is niet, weten we, want de kennis is eigenlijk in wezen niet veranderd. Nee, wat waren de obstakels die verhinderd hebben dat die kennis is omgezet in effectief beleid? En daarmee vervolgens de instrumenten aan te strekken. Dank. Ik ga meteen naar meneer Knot neer. Als die de vraag moet stellen, kan ik natuurlijk niet weigeren. Nee hoor. André Knot neer. Het interessante vind ik dat na jouw fantastische verhaal, Jeroen, met die landweg en de aanmoediging dat de WRR misschien nog wel meer en nog wel steviger die horizon, die horizon in beeld moet brengen. Nu eigenlijk, en dat klopt wel met mijn observatie met de stapels die jij noemt, de adviezen die zijn uitgebracht, er zaten eigenlijk allemaal al goede lange termijn perspectieven bij. Dus eigenlijk verschuift nu de vraag naar hoe krijg je die interactie tussen de adviezen van de WR en degene die daarmee aan de slag moeten, dat je die versterkt. En er zit dus heel veel aan de kant van de actoren, ook de politiek, ook de overheid, om daar veel meer gebruik van te maken. Jullie hebben ook een aantal factoren genoemd. Is de wil er wel? Is het doenvermogen er wel? Dat vind ik een heel interessante gedachte. Ik ben benieuwd wat Mark daarvan vindt. Ja. Het doenvermogen ik van ook de overheid. En dat lijkt mij een heel goed spoor. Hoe kun je zorgen dat die interactie in die hele ingewikkelde context van meewerkende en tegenwerkende factoren veel productiever wordt? Want er ligt zoveel. Het zou heel jammer zijn als we steeds moeten gaan afstoffen. En het zou ook jammer zijn als we alleen maar blijven hangen met de aanmoediging dat we meer naar de lange termijn moeten kijken. Want er gebeurt heel veel. Dat is eigenlijk denk ik, alle voorzitters kunnen dat denk ik onderstrepen, steeds op de agenda. Dus die interactie, dat zou, als jullie daar nog meer suggesties voor hebben. Ja, dat actiononderzoek was er natuurlijk al 1 voorbeeld. Je zegt, je moet eigenlijk ook als wetenschapper niet denken, hier is mijn kennis, succes ermee. Maar je moet samen op pad gaan om die hoe-vraag te beantwoorden. Hè? Dat was 1. Hebben we nog, dat is een leuke vraag van meneer Knot neer. Dat sluit ook een beetje aan bij de interventie eerder. Oplossingen, ja. Nou ja, kijk,
Misschien ook even een reactie op de spreker daar. Mijn pleidooi is niet om de WRR-rapporten te gaan evalueren... Nee. Maar het thema nog eens te hernemen en dan te kijken... wat was ons rapport nou toen? Ja. Zaten we er zelf misschien helemaal naast? Dat is wel een interessante vraag. Maar misschien ook niet. En wat is nou eigenlijk gebeurd met dat grote beleidsthema? Daarom gaf ik als voorbeeld de vroegselectie in het onderwijs. Zeker. Dat was in de jaren 60 het onderwerp, het ideologische debat. Het is tot op de dag van vandaag. En er is niets fundamenteel voor Als het gaat over kansenongelijkheid in het onderwijs, hetzelfde debat. Punt met André. Kijk, ik denk dat dat lange termijn perspectief en die horizon verleggen helpt soms ook om tot andere oplossingen te komen. Natuurlijk. En die oplossing ligt dus niet. Het gaat niet alleen om ons voorbereiden op iets wat misschien in de verre toekomst gaat gebeuren. Maar het helpt ons soms om vanuit een ander perspectief andere richtingen te kiezen nu. Met het probleem waar we nu voor staan. Mevrouw van Geest. Nou, ik had eigenlijk nog een vraag op, ook een beetje aandacht bij het debat van José van Dijk. Want we zeggen, de politiek is heigerig, maar volgens mij al die mensen die zeggen er moet een nieuwe bestuurscultuur komen en schande, Rutte enzovoort. Ik denk dat is allemaal een resultant van hoe het hele medialandschap zich heeft ontwikkeld. En daar had José wel punten, die had daar een betoog voor. Ik weet niet zeker of die oplossingen die José daarvoor aanreikte ons verder gaan brengen. Of dat het gewoon iets is waar we aan moeten leren wennen. Zoals Pieter zei, mijn kinderen die maken zich wel zorgen, maar ook weer niet echt. Nou ja, ik heb zeg maar in de kerstvakantie, de coronatijd, zeg maar de biografie van Erasmus gelezen, de man van mijn stad. En die leefde op de grens van boekdrukkunst, of manuscript eigenlijk naar boekdrukkunst. Nou, dat was ook een periode die op allerlei manieren aan nu dekt. En dan denk ik, nou, daar is men ook doorheen gekomen. Dus er zijn waarschijnlijk manieren om het hanteerbaar te maken. Ja. Maar het is volgens mij wel naïef om te denken, we kijken gewoon naar één of twee actoren die zich moeten veranderen als de biotoop waar die actoren bewegen helemaal niet veranderd. En anders dan eindigen we gewoon in of het beklagen van politici of het aanklagen. Ja, dat is zonde. En dat is zonde. Dat is volgens mij, je moet denken aan de brede. Dus José vond ik heel mooi betoog. Ik weet niet of het helpt uiteindelijk, maar wel goed om langs die lijn te denken, langs dat kader. Nee, ik ben ook wel blij met dat punt. Want waar we eigenlijk nog niet over hebben gehad, is de enorme versnippering die is opgetreden in het hele politieke landschap, om te beginnen. Ik bedoel, 20 partijen in de Tweede Kamer op dit moment, geloof ik. Zeker. Iedere dag verandert het getal, lijkt het. Zijn er nu 20? Kijk, dat komt overeen met wat ik die analyse die ik heb gegeven, van iedereen heeft een beetje zijn eigen kanaal, zijn eigen zender, zijn eigen dynamiek teweeg brengen. Maar mijn grote punt was eigenlijk, waar ligt die common ground en common sense. Hè? Dus daarom heb ik die term ook genoemd. Ik kijk even met een schuin oog naar de vraag die wordt gesteld via de chat. Ja, ik ben altijd op het digitale gericht, op het scherm. Dat vind ik niet gek. Kunnen jullie in de zaal niet lezen, maar daar wordt eigenlijk gevraagd, ik probeer het even samen te vatten, hoe ik vanuit mijn vakgebied de rol van... Bastiaan Muis, even terug. Hoe vanuit uw zeunt, u weet het nog, interdisciplinair onderzoek. Ja, hoe kun je daar interdisciplinair onderzoek naar doen? Hier krijgen we weer. Naar die complexe digitale samenleving. Met name over wetenschappelijke beleidsadvisering. Precies. Kijk, ik zie heel erg dat ook de wetenschap veranderd is. In de zin van, vroeger hadden we allemaal ons eigen stukje terrein. En daar waren we goed op. Daar worden we eigenlijk, je noemde het straks ook al, steeds meer experts op. Corine noemde het in haar inleiding. Maar we worden ook voor een deel geacht een stukje van die hele taart te zien. En ik vind het de verantwoordelijkheid van wetenschappers om tegelijk na te denken over die common ground. Hoe komen we dan tot een bepaalde beleving van die werkelijkheid als we die werkelijkheid aan het bestuderen zijn? We moeten niet meegaan in het hele idee van, nou ja, ik heb mijn eigen stukje werkelijkheid, dat deponeer ik daar. Je zei het net heel goed. En dan moeten zij maar weten bij die beleidsmakers wat ze daarmee doen. Ik vind dat wetenschappers een verantwoordelijkheid hebben op het ontwikkelen van visie. En ik houd van het woord visie, in tegenstelling tot sommige politici, over wat we met die samenleving willen gaan doen. En daarom vind ik dat ook een heel belangrijk deel van wat wetenschappers moeten doen voor de samenleving. Janke Stoker? Nou ja, kijk, één ding zonder het over de politiek te willen hebben, maar uiteindelijk is dat natuurlijk wel de afnemer. Ik bedoel, Corine zei, we hebben een heel veld van afnemers, dat klopt, maar het gaat natuurlijk wel ook heel erg om de politiek en wie er wat mee, die uiteindelijk wat kan doen met dat beleid. En die versnippering is volgens mij heel relevant. En als uiteindelijk keuzes worden gemaakt door 20 partijen en mensen die dus de hele tijd aan het zoeken zijn van waar wil ik wel wat mee en niet, dan moet je die misschien wel beter equiperen. En je kan enerzijds zeggen, nou, wij equiperen ze vanuit dit soort adviesraden. Maar de vraag is ook een beetje, hoe wordt het daar vertaald? En hoe krijg je het bij die mensen op een goede manier? En de ondersteuning van de politiek, hè, dus... het lijkt mij ook heel ingewikkeld om een partij te zijn met twee mensen. Nou, zolang wij dit systeem hebben, kan dat. Of in je eentje. Ja.
Maar we moeten dus ook volgens mij goed nadenken over hoe de ontvanger het dan tot zich kan nemen. Ja. En daar hebben we een verantwoordelijkheid voor. Dat hoor ik u zeggen. Nou, dat moet je maar organiseren. Ja. Ja, en heb je niet als misschien alleen als WRR verantwoordelijkheid voor? Helemaal niet. Maar het is wel zo dat je kan dus hele mooie dingen hier vanuit gecombineerde multidisciplinaire wetenschapsgebieden en praktijkmensen. En dan schrijven we dat heel mooi op. Niet meer in leergebonden, maar in een of andere online mooi doorklikbaar ding. En tegelijkertijd moet het daar aan de andere kant. Ja. Moet je ze misschien wel helpen met het te verwerken. Ja, ook de verantwoordelijkheid hoe het landt en hoe het kan worden begrepen hoort bij je taak als degene die het onderzoek of het advies schrijft. Ah ja, in ieder geval misschien moet je het signaleren dat daar iets aan moet gebeuren. Dat er iets moet gebeuren op zijn minst, ja. Nou, dus dat stukje, dus daar kun je allerlei vormen bij zoeken, wat goed past. Hè? Dus aan degene aan wie je het adviseert. Maar niet vergeten, die stap terug ook, waar haal je kennis op? Precies. Bij wie haal je kennis op en op welke manier? En daar zit denk ik ook qua methodologie ook nog een stap die gemaakt kan worden. Ja. Hoe krijg je toegang tot netwerken die je nu misschien niet hebt, waardoor je die niet meeneemt in je adviezen? En dat hebben we gezien, wat daar, nou ja, er kunnen desastreuze gevolgen zijn natuurlijk. Meneer Bovens, wil ik iets zeggen? Even een blik vanuit de WER, want het gaat natuurlijk vooral over de WER. Dus ik, als een van de raadsleden, popel ik om ook om een paar antwoorden te geven. Misschien een paar dingen om even kort reflectie. Nou ja, een paar. De doenvermogen, hoe zit het met dat doenvermogen van de overheid? Een van de dingen die wij hebben gedaan, dat past helemaal in wat Samira Denktuig zegt, is van. We zijn na het presenteren van het rapport hebben we tientallen lezingen gegeven. Zeker. En hebben we ook nagedacht over hoe kunnen we mensen handelingsperspectief bieden. Hè? Want het is heel makkelijk om het over de schutting te gooien en te zeggen van nou, dit zijn onze inzichten. Maar je moet ook denk ik meedenken en ook erbarmen hebben met de beleidsmakers die dat allemaal moeten zien uit te voeren. Dus we hebben ook het doenvermogen toetsen, van toetsen naar tools, et cetera. En dat is een nieuwe manier van werken voor de WR. Die denk ik heel belangrijk is om precies te doen wat jij zegt. Wat betreft de visies. Klein tip van de sluier. Wil Tiemeyer, Anne-Greet en ik zijn bezig met volgend jaar komen met een nieuw rapport. Een van de aanbevelingen zal zijn, soms moet de overheid ook een groter verhaal vertellen. Ja. Zeker in situaties van grote onzekerheid. Dat is een kleine tip van de sluier. Dus we zijn nog mee bezig, maar dat gaan we doen. Hij zou beter kunnen zeggen, ik hoor dit vandaag. Ik neem dat over komt in mijn boek uit. Ik ben denk ik eerder. Dat u nu zegt, ik wist dit eigenlijk al. Extra gesterkt, omdat tegen de collega-raadsleden, dit moet in het rapport blijven. Laatste punt. Ook misschien goed om te horen, Godfried Engbersen is bezig met een project dat gaat eigenlijk over de deskundigheid en het doenvermogen van de overheid. Ook echt een van de grote projecten die we de komende jaren gaan doen. Dus een aantal, ik denk dat een aantal van de wensen, jullie worden op je wenken bediend. Nee, ik geef jullie toch de tip om de volgende keer als je een panel hebt, dat je dan zegt, nou, wat een goed idee. Dat nemen we over. En dat er dan van een jaar dat rapport komt, omdat dit panel denkt, zo, ik had impact. Dat is fijn als mensen dat, nou ja, in deze tijd van toch, me-time noemde u het of zo. Interessant ook. Dus we zijn er mee bezig, hoor ik vanuit de WRR. Nou, we gaan ook langzamerhand naar het einde. Er was nog even één hele leuke suggestie, tenminste leuk. Die dacht, hoe kunnen we wetenschap dichter bij bevolking nemen? Democratische vernieuwing. Die zei, waarom gaan we WRR-adviezen of scenario's van WRR-adviezen niet gebruiken voor raadgevende meervoudige referenda? Nou, vinden jullie een heel slecht idee, hoor ik al. Ja, jammer. Dus ik heb het wel echt geprobeerd, ziet u het? Ja, precies. Ik wou even nog, ik zag dat u ook nog een reactie wilde. Dan gaan we langzamerhand naar de afsluitende ronde. Ja. Nou, ik wil zo graag een oproep doen om het dus even over dat gebruik van adviezen. Dus het absorptievermogen. Om dat echt vooral met al die actoren op dat dorpsplein samen is te kijken hoe je dat moet oplossen. Want wat je nu krijgt is dat de WRR denkt erover na van hoe kan ik meer impact hebben. Dat doen andere colleges van staat, in ieder geval de rekenkamer aan de overkant. Universiteiten doen dat. Maar je moet eigenlijk met de gebruikende kant, beleidsmakers, politiek adviesraden, dus met elkaar om tafel moeten staan zitten en zeggen van nou, we hebben hier een zorg. Hè, dus er wordt. Ja. En hoe zouden we dat nou beter op kunnen lossen? Want je kunt heel veel organiseren met elkaar. Dat dus die adviezen gegeven worden, maar dat er ook wat mee. Dat het ook geabsorbeerd wordt. Dus zegt dat graag gebruiken. Een gemeenschappelijke agenda van de universiteiten, instituties als de WRR, om daarover na te denken. En dat ook dat forum samen te brengen om daarover verder na te denken. En ik dacht ook over die digitale publieke sfeer.
daar speelt de universiteit, daar moet de universiteit natuurlijk ook ontzettend naar op zoek zijn. Nou ja, daar hebben we, dat is het eerste deel van José, haar advies. En dat is echt voor de universiteiten echt een gigantisch onderwerp. Ja. Dus dan even kopje digitale soevereiniteit eigenlijk. Ja. Dat is voor ons een enorm onderwerp wat wij ook in Europa proberen te agenderen. En als u dat dan opzet, dan kunnen instituties zoals de WRR daar gevoeglijk gebruik van maken. Nou, dus iedereen moet. Dit is echt een onderwerp om met die spelers samen eens te kijken van hoe kunnen we het verder brengen. En ook dus met de gebruikerskant en ook met de mediakant. Want ik denk dat we samen het daarmee beter kunnen maken. Volgens mij is hier. Zag ik dat goed, de heer Donner? Ja. Nog, ja, dat kon niet laten. Moest even. Hij deed echt helemaal dat hij iets moest. Dank u. Ja. Excuus dat ik pas later er was. Maar daarom heb ik alleen nu de discussie meegemaakt. Mm-hmm. Maar misschien een stem uit het verleden. Ik heb 2 keer een poging meegemaakt om de WRR op te heffen. dat zat hem juist mede op het punt dat de neiging te sterk werd. Wij moeten over de visie gaan. Wij moeten over het beleid gaan. Omdat als er één ding is wat de politiek meent, is dat zij daarover gaan. En dat zodra een instantie meent daarover te moeten gaan, wordt die instantie niet meer wetenschappelijk vast samengesteld, maar politiek en naar verschillende stromingen die we in Nederland hebben. Bijvoorbeeld een rapport wat genoemd werd, Grond voor Keuze, van Rudy Rabbingen. Dat ging over de vraag, en daar was de WRR ook voor opgericht. Wat zijn nou inzichten in de wetenschap, nieuwe kennis in de wetenschap, die relevant gaan worden voor politiek beleid? Dus het ging meer om wat is de agenda van een volgend kabinet, dan om acuut het beleid dat hier en nu gevoerd moet worden. Dat Grond voor Keuze, ja, daar was die ammoniak was maar een incident van. Dat was meer de constatering dat wij de duurste grond in Nederland nu gebruiken om koeien op te weiden, terwijl we dat veel nuttiger zouden kunnen doen. En dat we die koeien eventueel in de Bijlmerflat zouden kunnen zetten, omdat die niet echt grondgebonden waren. Dus het was meer vanuit van wat zijn de inzichten die relevant zijn voor het beleid, dan vanuit de behoeften laten wij vooral een visie en een beleid geven. Want dan word je snel opgeslokt door de politiek. Ik wist dat het een risico was om u het woord te geven. Want u heeft natuurlijk zo'n institutioneel verleden dat u ook nog even zegt, laten we even correct de inhoud van dit wetenschappelijk rapport van 30 jaar op zijn merites beoordelen. En daar ook nog een samenvatting van geeft. Heel goed. Dank. Maar we waren bij de afsluitende ronde beland. Dank u wel. Vanwege de tijd. Ik zal u zeggen, Joep van het Hek moet hier vanavond optreden. En daarom moeten wij op een bepaalde tijd de zaal uit. Anders had ik natuurlijk graag nog 3 uur met dit illustre gezelschap verder gepraat. We gaan afronden. En dan, dat wou ik doen, dus u kunt ook zeggen, nou, ik heb genoeg gezegd, maar even ter afronding, dat is altijd de vraag, u kwam hier naartoe, u reed op uw fietsje of in uw auto of met de trein hier en liep hier naartoe en u dacht, ik ga 1 punt maken bij die WRR, zodat ze echt tot in hun oren moeten knopen. Het is 50 jaar bestaan, ik heb daar wel een opvatting over. Ik geef nog even een handreiking of een zinnetje mee. En als dat nog niet gelukt is door de manier waarop ik dit gesprek heb geleid, is dit nu uw kans om dat te corrigeren. Dan heb ik ook minder last straks van kritiek achteraf. Maar nee hoor, maar het is gewoon, heeft u alles kunnen meegeven aan de WRR wat u wil zeggen? Ja. Mooi. Mevrouw van Dijk. Ja, ik eigenlijk ook. Ik had een half uur de tijd om dat te doen. Zeker. Meneer Buizenberg, even. Zeker. Oh, echt? Nou, 1 woord, impact. Ja, dan vertel nog even. Wat is... Ja, misschien is dat omdat wij op de universiteit ook de hebben met het woord impact om onze oren worden geslagen. Het moet. Dus ik vind het ook, ik krijg een beetje hekel aan het woord. Ja. Maar ik denk wel dat goed na. En dat is misschien wel. Kijk, voordat er iemand zegt, we gaan het weer afscheppen voor die hele WRR. Dat is dus 2 keer eerder gebeurd. Je zou kunnen zeggen 3 keer scheepsrecht. Nou, laat het niet zo ver komen. Het lijkt mij heel erg onverstandig om dit soort raden op te heffen. Maar dat betekent wel volgens mij dat de opgave misschien voor de komende 5 jaar, niet 55, maar 5 jaar, is nadenken over over hoe je impact hebt. Dus dat zou volgens mij mijn advies zijn. Mevrouw van Geest. Bekendgemaakt, bemind. Ga erop uit. Ja. Doen jullie al, maar blijf daar vooral mee doorgaan. De paden in, de lanen af, zoals het plaatje van Dijsselbloem's presentatie al aan u aanbood. Goed, ik wil u vragen een groot applaus te geven voor dit panel. Dank. En ik wil u ook vragen om gewoon even op de eerste rij te gaan zitten. En, we gaan naar de afronding. Maar zoals u weet, bij een lustrum hoort een lustrum publicatie.
gaan we nog even doen en dan bent u. En een boek of een essaybundel is dan natuurlijk eigenlijk gangbaar. Maar de WAR wilde dit voor dit lustrum een 21ste eeuwse variant presenteren. En om die te lanceren wil ik heel graag een van de jongste medewerkers van de WAR op het podium vragen. Geef haar een groot applaus. Ze is nu master research master student in Nijmegen filosofie met een specialisatie in ethiek. En ze loopt stage tot 30 april dit jaar. Geef haar een groot applaus. Doortje Lenders. Doortje. Welkom. Wat doe je bij de WAR? Ik loop stage bij de projectgroep Media, waar we dus onderzoek doen naar media en democratie. Dus de invloed van media op de democratie, wat voor gevaren er zijn, wat voor kansen er liggen die we kunnen benutten. En het zit nog echt in de beginfase. Dus we houden ons nu vooral bezig met het afbakenen van wat is media eigenlijk. Dat is een stuk minder eenduidig nu dan het misschien 30 jaar geleden was. En onderzoeken wat zijn precies die democratische functies die media hoort te vervullen. Oké. Okay. En heb je dan iets aan je master filosofie bij het theoretisch kader wat je nu aan het scheppen bent? Ja, zeker. Ja. In eerste instantie put ik vooral uit communicatiewetenschap, uit mediastudies. En daar rollen een aantal functies van de media uit. Dat zijn vooral de informatiefunctie, dus het informeren van burgers, dat ze goed op de hoogte zijn van wat er speelt in de politiek, wat voor actuele vraagstukken er zijn. Er is een waakhondfunctie, dus de media moet de machthebbers controleren en het openbaar bestuur. En een debatfunctie, dus de media moet zorgen dat wat er speelt in de samenleving, dat bekend is onder iedereen en een publieke ruimte bieden waarin we het daarover kunnen debatteren. Precies. En jij gebruikt de filosofie om die drie taken uit te diepen? Ja, precies. Ja, dus, bijvoorbeeld een belangrijke democratische theorie is het liberalisme. Die gaat vooral over het in kaart brengen van alle verschillende politieke voorkeuren en daar een politieke wil uit laten vloeien. En daarin is de rol van de media vooral om mensen te informeren over welke partij past het best bij jouw politieke voorkeur. Dus daarin is de media vooral tijdens de verkiezing heel belangrijk. Maar een hele andere benadering kun je bijvoorbeeld vinden in deliberatieve democratie. En die gaat zo veel meer over het publieke debat. Over samen tot consensus komen. Over in contact komen met mensen die anders denken, die andere belangen hebben. En zo samen tot een gezamenlijke oplossing komen. Common ground van José van Dijk. Precies, die ja. Common ground. En is dat dan onomstreden of kijk je dan ook nog naar de kritiek op dat soort theorieën? Ja, daar kijken we ook zeker naar. Ja, bijvoorbeeld vanuit de feministische politieke filosofie is daar kritiek op. Daarom wordt bijvoorbeeld gezegd, dat zoeken naar eenheid, dat zoeken naar consensus, dat is eigenlijk een beetje een schijn. Daar worden altijd mensen buitengesloten. Er zijn altijd mensen die daarbij niet gehoord worden. En in die zin zou de rol van de media dus veel meer zijn om machtsstructuren bloot te leggen en om mensen aan het woord te laten die aan de marges verdwijnen en die in de gewone media niet vaak aan het woord komen. Nou, hey, en dan moeten we nu vanwege de tijd jou gaan vragen om die Lustrum-publicatie te lanceren. Een moderne, ik noemde het al, een 21ste eeuwse manier van een Lustrum-publicatie. En ik zou zeggen, lanceer het. Gaan we doen. We moeten... Ja, en u kunt het rapport krijgen of het de publicatie zien, het online magazine, door de QR-code nu in mijn telefoon te pakken en de QR-code nu terug, die verdwenen is, te scannen met die telefoon. En als u weggaat hier straks, krijgt u ook iets waarop u die QR-code kan vinden. Hij is helemaal online. Er is geen boek. Dus gefeliciteerd, WAR, met deze publicatie. Goed. Gebruik de QR-code. Hij staat er nog even. U kunt hem nu pakken. En dames en heren, dank voor uw participatie in dit boeiende, dit boeiende gesprek en dit boeiende symposium. Heel graag geef ik het slotwoord
aan de voorzitter van de WRR om deze bijeenkomst af te sluiten. Corien Prins, nog één keer op het podium. Nog een applaus graag. Ik heb slechts 1-2 minuten, niet meer dan dat. Ik had het gevoel dat ik op het dorpsplein zat vanmiddag. José, dank dat je mij even dit vertrekpuntje geeft voor het slot. Ja, ik vind het eigenlijk wel jammer dat ik nou mijn dorpspleintje weer moet verlaten. Dank voor alle input. Aan de sprekers, twee sprekers, José, Jeroen. Dank voor de vier referenten en alle input die we hebben gekregen vanmiddag van jullie. De discussie ook online. Er is heel veel volgens mij gedeeld op het scherm wat voor ons in de zaal niet zichtbaar was. Maar, sorry, een beetje te snel aan het praten. Wat wij wel meenemen. En gewoon dank dat jullie hier waren. Met ons hier vanmiddag. Eigenlijk ook voor het eerst sinds lange tijd weer met elkaar. En dan precies wat jij zei, iedereen gaat daar zitten, bij elkaar, toch dicht bij elkaar. Dan kijk ik ook mijn collega's aan. En in het bijzonder de collega's die ervoor hebben gezorgd dat wij hier vanmiddag een fantastische middag hadden. Inhoudelijk, met een fantastisch magazine. En ik ga ze noemen. Godfried, ik kan ze niet allemaal zo snel in de zaal ontdekken, maar Godfried zie ik daar. Katrien zit ook ergens. Aliet, Wil, Erik, Victor, Rut, Dimitri, Mitra, Magda, Tessa, Paul, Marisha en Angelique van Drunen, die een tijdje bij ons, Marisha terwijl ze met zwangerschapsverlof was, heeft vervangen. Een lange lijst met namen voor fantastische collega's die ervoor gezorgd hebben dat wij hier vanmiddag een inspirerende middag hadden en ook gezellige middag. Heel fijn om de oud-voorzitters met elkaar hier te zien. De heer Donner toch nog achter in de zaal te hebben. De minister te mogen ontvangen. De premier. Onze secretaris-generaal. Ik zag hem ergens in de zaal zitten. Daarachter. Ja. En ik wil het dorpsplein verlaten. Ik wil jullie uitnodigen voor een borrel. En daarna gaan wij de samenleving in. Gaan we 50 jaar tegemoet als WRR, hopelijk 50 jaar. Treffen wij jullie vast veel eerder dan die 50 jaar weer verstreken zijn. En ja, ik vind het gewoon super dat jullie er waren. Heel veel dank. Gaan jullie goed. U weet het. Symposium betekent samen drinken. Dat gaan we dus ook nu doen. Hartelijk dank.